2018 krijgen de geheime diensten in Nederland meer bevoegdheden via de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ook wel bekend als de WIV, de WIF of de sleepwet. Wat levert dit op en wat betekent het eigenlijk voor onze veiligheid? En belangrijk, wat betekent het voor onze privacy? Deze en andere belangrijke vragen staan vanavond centraal. Welkom in de balie in Amsterdam en thuis via de livestream. Mijn naam is Donatello Piras, ik ben jullie moderator vanavond. Ik zal ervoor zorgen dat ook vanavond de zaal aan bod komt. En het is vandaag woensdag 11 oktober. 5 dagen voordat officieel duidelijk wordt of er een referendum komt. Maar de mensen die het al enigszins hebben gevolgd, nou, die hebben in ieder geval al wat cijfers gehoord. Dus het wordt steeds waarschijnlijker. Officieel op 16 oktober is de deadline. En dan weten we zeker of we het ook via de stembus kunnen doen. Maar vanavond gaan we in ieder geval het inhoudelijke debat voeren. In het programma komen vanavond voor- en tegenstanders aan het bod. En daar hebben we een format voor bedacht. Er is eerst beschermde spreektijd voor zowel de voor- als de tegenstanders, die de gelegenheid krijgen om in een paar minuten hun standpunten duidelijk te maken. Aan ons, aan de mensen thuis en vooral aan elkaar. Ze mogen elkaar dan nog niet onderbreken en dat mag u ook nog niet. Daarna krijgen ze de gelegenheid om hier op het podium wel op elkaar in te gaan. Om elkaar vragen te stellen of om te vertellen waarom ze het met elkaar oneens zijn. Daarna halen we er nog wat meer mensen bij hier op het podium, zodat we totaal 5 mensen in het panel hebben. En dat is ook de gelegenheid waarin het publiek mee mag doen. En hoe mag u meedoen? Door middel van het opsteken van uw hand of u gaat staan. En dan kom ik naar u toe. Er is ook een catchbox, dat is een gooibare microfoon. Het kan zijn dat hij tegen uw hoofd aankomt. Dat doet geen pijn, want hij is van plush. En de vraag is om dan zo duidelijk mogelijk in het kruisje te spreken. Maar voor de mensen die zeggen, ik hou helemaal niet van spreken in het openbaar en ik blijf graag een beetje in het schemerdonker, maar ik wil wel een vraag stellen, dat is prima. Wij maken vandaag ook gebruik van de Mentimeter. En dat betekent dat u via uw smartphone, het is facultatief, dames en heren, gewoon via 3G, 4G. U hoeft niet eens op de wifi aangestoten te zijn. En dat betekent dat u contact kunt maken met de website menti.com. Dus voor de mensen die dat willen, ik heb een paar introducerende vragen voor u klaarstaan. Om ook even te kijken. Wat u dan moet doen is naar menti.com. En dat is menti.com. En dan vragen ze om een code en de code staat rechtsboven. En het is prettig om de code in te voeren, want anders dan zit u in ieder geval niet in deze presentatie. Dus ik weet niet welk congres op de wereld u dan aan het inbreken bent. Als u dat heeft gedaan, dan komt u waarschijnlijk al meteen bij de eerste vraag. En we zien dat er op dit moment al een stuk of 10 mensen zijn ingelogd. Te herkennen aan de hartjes die veelvuldig voorbij komen. Dat is prima. In ieder geval vredelievende mensen vooralsnog. 17 mensen, 20 en counting. En dames en heren, we hebben een paar introducerende korte vragen. Het is multiple choice. In ieder geval in de eerste 2 vragen. Ook om even te weten, wat vindt u het publiek van de wet? En de eerste vraag is, wat vindt u van de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten? U kunt zeggen, dat vind ik goed, dat is een noodzakelijke wet. U kunt zeggen, het is een niet wenselijke verruiming van de mogelijkheden, om welke reden dan ook. Of u kunt zeggen, ik weet het nog niet helemaal. Dat is met name de reden waarom ik hier ben. Hè. Dat zou zomaar kunnen. We zien dat er heel veel mensen het nog niet weten. Nog iets meer mensen weten het wel en die vinden het een niet wenselijke verruiming. Maar ook in deze zaal zit toch 9%, 10% van de mensen die zeggen, ik vind het goed, het is een noodzakelijke wet. Nou, dan weten we een beetje dat er heel veel tegenstanders van de wet in de ruimte zijn. Maar dat er ook een heleboel, nou, ik noem het nog maar even, twijfelaars zitten die niet weten of ze er nou voor of tegen moeten zijn. Hopelijk aan het einde van de avond kunnen die een vraag beantwoorden met 1 of 2. Dat is even goed om te weten. Mogelijkheid 2. Ik ga u vragen om het te beoordelen. Dit is natuurlijk voor iedereen een belangrijke vraag. Waarom maakt u zich het meeste zorgen over de onderschepping en de opslag van, is dat van medische gegevens? Is dat van uw surfgedrag? Is dat van financiële gegevens? Is het iets anders? Of zegt u, ik heb niets te verbergen? Het is een gemêleerd publiek, dames en heren. Ja. Heel veel mensen maken zich met name zorgen over surfgedrag en ook over iets anders. 5% zegt, 7 inmiddels al, ik heb niets te verbergen. Financiële gegevens doen het moi, daar bent u dan nog niet eens zo bang voor. Maar medische gegevens, ja, dat zegt ook een ruime 11%.
En dan de laatste vraag, dat is wel degelijk een open vraag. En die vraag luidt, wat is uw belangrijkste reden om vanavond hier in de Bali aanwezig te zijn? Wat wilt u, wat hoopt u, wat is uw belangrijkste reden? Het liefst in één woord, als u het echt niet kunt in twee. En bij drie zit er sowieso een maximum aan, dan kunt u het niet meer invullen. Maar hè, dus uw belangrijkste reden om hier te zijn vanavond bij het debat. Nou, kijk, we maken er een woordwolk van. En hoe dikker het woord, hoe meer mensen dat hebben ingetikt. Nou, wat zien we allemaal? Sommige mensen informatie. Sommige mensen... Nou, u ziet elkaar, dus dat is goed. U wordt met name genoemd. Dat is ook helemaal niet erg. Informatie, debat, duidelijkheid, kennis, informatie, kritiek, bier. Nou, dat is fijn. Dan moet u toch echt even tot 10 uur wachten, dames en heren. Maar dan komt ook dat waarschijnlijk goed. Cybersecurity. Sommige mensen verwachten vuurwerk. Andere mensen hopen een vrouw te vinden. Nou. Dit kan allemaal. Dames en heren, er zijn 2 momenten naast even deze korte introductie waarop u zich hiermee mag bemoeien. En dat is bij de paneldiscussies tijdens de eerste en de tweede ronde. We hebben ook nog een fantastisch intermezzo tussen de 2 rondes in en daarover straks meer. Goed, dit was de Mentimeter. Laten wij weer naar de rustgevende sheet toe gaan. Want ik wil allereerst, voordat wij starten, nog even in gesprek. En ik wil graag in gesprek met een paar mensen. Je zou bijna kunnen zeggen, die hebben dit allemaal veroorzaakt. En het zijn een 3-tal studenten van, als ik het goed heb, in totaal 5... die uiteindelijk het initiatief hebben genomen. Geef een groot applaus aan Marlou, aan Luca en aan Nine. APPLAUS. Juist. Nou, welkom. Hoi. Hallo. Ja. Ja, hoe voelt het nou om hier te zijn, wetende dat jullie dit mede veroorzaakt hebben? Leuk, maar wel spannend. Ja. Laat ik even beginnen met het begin. Het is niet jullie eerste media-optreden inmiddels. Hè. Ik heb gezien dat jullie bij de Magische Grens ook al door de NOS geïnterviewd zijn. Maar toch even, hoe begon het nu? Hoe kwamen jullie op het idee? Wie kwam er op het idee voor dit referendum? En dan kijken ze allemaal naar jou, Marlou. Ja, iemand op Reddit stelde in de subreddit van Nederland de vraag... kunnen we niet een raadgevend referendum beginnen over de sleepnetwet? Ja. Dat vond ik wel een goed idee. En waarom vond je het een goed idee? Want ja, bedoel, of was je aan het vervelen en had je een tussenuur en dacht je... ik weet het even niet. Nee, ik was eigenlijk op vakantie, maar goed. Okay. Er was best wel veel ophef over deze wet... maar ook vooral nog heel veel mensen in Nederland die er niet over hadden gehoord. En dat vond ik vooral heel kwalijk. Ja. Ook omdat het een situatie is waarbij de regering meer controle wil uitoefenen over de burgers. En ik vind dat wij er dan over mee moeten kunnen beslissen. Oké, fair enough. Luca, ik ga het ook even aan jou vragen. Wat willen jullie bereiken? Wanneer ben jij nu tevreden? Want we hebben vanavond een inhoudelijk debat. Dat is, kan ik je verklappen, niet het eerste en ook niet het laatste wat hierover zal plaatsvinden. Wat hoop je? Ik hoop gewoon op een goede inhoudelijke discussie. Ja. Waarbij iedereen betrokken is. Ja, en dat is voor vanavond. Maar wat hoop je aan het einde, zeg maar? Moet die wet van tafel? Moet die aangepast? Wat hoop je? Aangepast. Aangepast. Oké. Okay. Nieder, gaat aan jou vragen. Als we gaan kijken naar de betrokkenheid bij de wet, zou je ook kunnen zeggen... Ik bedoel, je bent niet een cyber-expert op dit moment. Je werkt niet... wat studeer je bijvoorbeeld? Ik studeer industrial design met een hoop kunstmatige intelligentie en computer. Computer, ja. Dus wat was jouw trigger om te zeggen, ja, ik ga hier achter staan, ik ben het hiermee eens en we gaan ervoor? Nou, ik was al wel langer bezig met privacy, omdat ik na Snowden zag dat het een heel wezenlijk probleem is. Omdat eigenlijk mensen surveilleren, dat gaat eigenlijk om hun gedachtenwereld. Als je alles wat je op online invult, dat is een afdruk van jouw gedachten. En ik vond het zo wezenlijk dat ik me daar bezig mee ging houden. En toen zag ik eigenlijk hoe dat steeds erger werd in Amerika en in Engeland. En toen kwam ook de WIV in Nederland. En toen dacht ik, kan ik iets doen. En wat bedoel je met steeds erger? Wat vond je steeds erger? Nou ja, het is gek om te zien, toen Snowden kwam, toen maakten we ons allemaal heel druk over die mass surveillance die naar buiten kwam. Ja. En vervolgens kwam de Patriot Act en werd het eigenlijk dat wat al werd gedaan, waar zoveel boosheid over was, werd ineens legaal. Het werd normaal? Ja. En jij vond dat niet normaal? Absoluut niet. Oké. Okay. En wat hoop jij? Ik bedoel, wanneer ben jij tevreden?
Nou, ten eerste ben ik nu al tevreden omdat we hier zitten en een debat erover voeren. Okay. En echt privacy weer op de agenda zetten. Ja. En verder vind ik ook dat de wet moet worden aangepast. Oké, en de wet wordt wel aangepast. Dan toch even, kijken wie hem gaat antwoorden. Ik gooi hem even in het midden bij jullie. Er zijn natuurlijk ook mensen, zelfs in deze zaal, maar ook daarbuiten, die zeggen, ja jongens, luister. We zijn met z'n allen bang voor terrorisme-dreiging. We willen meer veiligheid. We willen ook tegelijkertijd dat die veiligheidsdiensten ons heel erg beveiligen. En dan bij het eerste, de beste verruiming van de wet, gaan we allemaal klagen. En dan mag het niet. Kortom, zo belemmer je eigenlijk de veiligheid in Nederland. Ik zet het een beetje stevig neer, maar dat is dan wel het commentaar. Oké. Okay. Ga je gang. Ik vind dat je dat narratief dat je zou moeten kiezen tussen of privacy of veiligheid, dat klopt niet. Die tegenstelling is fout. Het is namelijk zo, massasurveillance is aangetoond niet effectief in terrorismebestrijding. Dat zie je ook al inderdaad dat je altijd ziet dat terroristen al in beeld waren bij de diensten. Mm-hmm. En ook de Raad van Europa heeft ook een onderzoek daarnaar gedaan. Daaruit bleek het is niet effectief. Dus die tegenstelling die bestaat niet. Je kan zowel privacy als veiligheid hebben. En ik vind eigenlijk bangmakerij dat mensen nu zeggen, ja, maar als je de WIV niet wil, dan word je opgeblazen. En dat is dan jouw eigen schuld. Ja, het slaat helemaal nergens op. Dat klinkt wel heel ver inderdaad. Tegelijkertijd, Luca, ga ik het er van. Jullie doen ook een beetje aan bangmakerij. Hè? Want nu zijn er allerlei mensen bang dat we, afgeluisterd worden. En misschien is dat ook al overdreven. Ja, ik vind het niet overdreven, want de wet laat dit toe. Ik denk dat we oprecht een beetje bang moeten zijn. Dat is terecht, zeg jij. Ja. En tenslotte, Manu, wij gaan jou nog wat vaker zien vanavond, ook in de panels ga ik je uitnodigen. Wanneer ben jij tevreden eigenlijk? Wat hoop je van zo'n discussie uiteindelijk? Wanneer gaat de vlag uit? Je bedoelt voor vandaag of uiteindelijk? Nou, uiteindelijk liefst verder dan vandaag. Hè, want ik heb niet de illusie dat vandaag iedereen en masse in Nederland, en zeker de mensen die het aan gaat luisteren. Maar wat hoop je uiteindelijk te bereiken? Dat we in Nederland privacy belangrijker gaan vinden. Ja. Nou, dan is die eerste steen in ieder geval in de vijver gedaan. Ik wil jullie vast hartelijk danken. En Malou, ik zie jou straks nog een paar keer terug. Dames en heren, de initiatiefnemers van de referendum. Eén vraag nog. Even in de slipstream, één vraag nog. Op hoeveel staat de teller, jongens? Weten we dat? 356.000. Ik zou zeggen, het referendum gaat er waarschijnlijk wel komen nu, hè? Dat hopen we wel, ja. Dat hopen we wel, goed. Oké, dank jullie wel. Ja, dames en heren, terwijl de studenten het podium verlaten, gaan wij starten met het eerste gedeelte. Ik laat allereerst de voorstander aan het woord. Dat klinkt een beetje, hè, een voorstander en een tegenstander. Het is heel erg zwart-wit. Dat ligt aan mij. Dat is mijn overzicht. Zij mogen zelf alle nuances geven die zij zelf willen, ook in het panel. Allereerst wil ik de eerste spreker het woord geven. Hij werkte ruim 30 jaar voor de geheime diensten. Hij is nu nog adviseur voor de NCTV en hij is hoogleraar. Hij is hoogleraar governance bij de inlichtingen en veiligheidsdiensten in Leiden. Geeft u hem een warm applaus. Zijn naam is Paul Abels. Universiteit, sorry, ja. Dat is wel even de goeie, pronken met de veren. De Universiteit Leiden. Universiteit Leiden, ja. Dank. Allereerst de hartelijke felicitaties en complimenten aan de studenten. Ik vind dat ze iets bereikt hebben wat we eigenlijk in Nederland nog niemand heeft bereikt. Is dat we eindelijk, na al die jaren, eens een serieus maatschappelijk debat voeren over inlichting en veiligheidsdiensten. Wat we van ze verwachten, wat ze kunnen, wat ze mogen en wat we daarvoor bereid zijn te accepteren. Om het vertrouwen te geven aan die diensten ook om te doen wat ze moeten doen. Dus complimenten. En ook de wijze waarop je het gedaan hebt, ook qua communicatie, daar kan de overheid en zeker de AIVD een hoop van leren. Dus nogmaals, gefeliciteerd. En de steun van Lubach natuurlijk, want daar kan de overheid nooit tegenop. Wat ik jammer vind, is dat ook een aantal serieuze organisaties die wel alle ins en outs kennen, toch een beetje meegegaan zijn in dat frame. Dat sleepwet verhaal, die aanduiding voor de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Dat is toch wel een vorm van, hoe zou ik het noemen, karikatuur maken van wat er in die wet staat. En ja, dat verwacht ik niet van een organisatie als Amnesty en ook niet van andere ervaren maatschappelijke organisaties. Dat ze toch wat meer genuanceerd in het debat zitten. En ik hoop ook dat
Ik snap dat dat referendum er ook namens hen moest komen. Maar dat ze nu wel teruggaan naar de feiten en proberen aan te geven wat er daadwerkelijk in die WIF staat. Die WIF die ik liever noem de Houd Nederland Veilig Wet. Misschien is dat een goed alternatief voor de sleepwet. De Houd Nederland Veilig Wet. Duitsers hebben eigenlijk een veel betere naam voor de veiligheidsdiensten. Die noemen het het Bundesamt für Verfassungsschutz. De bescherming van de grondwet. En dat is wat in principe diensten doen. Ze beschermen de grondwet, ze beschermen ook de privacy van burgers juist tegen kwaadwillenden. En het dilemma waar je natuurlijk in zit als je als veiligheidsdienst bezig bent, is dat je eigenlijk ingrijpende bevoegdheden hebt en moet hebben om die kwaadwillende tijdig op het spoor te komen. En moet je dus als samenleving ook accepteren dat een kleine club, goed gecontroleerd, goed, met goed toezicht, ingrijpende middelen heeft. Ik denk dat ik heb wel eens de indruk dat men zelfs schrikt van nu gelezen te hebben wat die diensten allemaal mogen. Want die sleepwet, nou zeg ik het zelf. Ik ga mee in het frame. dat is maar een klein onderdeel. Diensten mogen afluisteren, volgen, observeren, inbreken, hacken. Ze mogen heel ver gaan om tijdig intenties van kwaadwillenden te onderkennen. Dat mogen ze en dat blijven ze ook mogen in de toekomst. Feitelijk heb je te maken met een soort sociaal contract wat we met elkaar samenleving hebben tussen die diensten die we die bevoegdheid geven om die veiligheid, die nationale veiligheid te kunnen bewaken. Want we moeten niet naïef zijn. Er zijn op allerlei manieren terroristen, spionnen, vreemde mogendheden, allerlei dreigingen voor de nationale veiligheid die je niet wilt hebben als samenleving en die onze vrijheid en privacy ook daadwerkelijk bedreigen. Dus daar moet je op een of andere manier moet je wat tegenover zetten. En dan moet je een dienst tegenover zetten die ook in staat is om weerwoord te bieden. Die moet je niet met de handen op de rug binden, want dat vecht ontzettend moeilijk. Dat kleine onderdeel waar we het dan over hebben, de interceptie van kabelgebonden communicatie. Dat is eigenlijk een technische aanpassing, want het mocht al lang, hè, dat, als het niet kabelgebonden was. Daar is destijds ook nooit enige discussie over geweest. Maar nu we eigenlijk in 2002 bij de vorige wet een verkeerde inschattingsfout hebben gemaakt, doordat we dachten met z'n allen dat de communicatie voortaan vooral door de lucht zou gaan, blijkt nu plotseling dat alles over de kabel gaat. Dus er moet een technische aanpassing van die WIF plaatsvinden. Maar in de kern verandert er niks op het gebied van het middel. Wat er wel erg verandert in die WIF is toezicht. Toezicht is ver versterkt vergeleken bij het verleden. Er is in vergelijking met andere landen, is de Nederlandse situatie, is er een behoorlijke toename en intensivering van het toezicht gekomen. Als we ons beperken tot deze kabelgebonden interceptie, er is geen sprake van massaal afluisteren. Dat massasurveillance is echt een karikatuur. Er wordt gericht ongericht afgeluisterd. In drie fasen. Eerst intercepteren. Je haalt een bundel communicatie binnen. Niet ongericht, maar een bundel die beredeneerd en beargumenteerd wordt waar je je op wil richten, op een bepaalde hoeveelheid communicatie. Die stop je in de bak. Daar luister je niet naar, dat lees je niet uit. Je stopt dat in de bak. Daar doe je een search op. Nadat de commissie die nu ingesteld is, de TIP, toezichtscommissie inzet bevoegdheden, daar het fiat voor gegeven heeft, anders mag het niet. Dan komt die tweede fase, de search. Dan ga je dus met technische gegevens kijken of je het kunt verfijnen op basis van kenmerken die je hebt voor jezelf waar je naar op zoek bent. En als je dan pas als je echt de daadwerkelijke hits die je dan hebt, dat zijn maar enkelingen, echt wil gaan lezen en afluisteren, dan komt die derde fase. En in al die drie fasen moet die TIP weer advies geven. Enorm zorgvuldig ingericht. Bijvangst wordt onmiddellijk vernietigd. Want u denkt toch echt niet dat we zitten te wachten als dienst op een enorme bulk aan gezellige chatgesprekken of allerlei andere informatie. Je moet zoveel mogelijk al wissen. Zie het als een visnet waar alle bijvangst zo snel mogelijk weer teruggezet wordt. Want daar hebben we niks aan. Dan de bewaartermijn van 3 jaar. Dat lijkt erg lang. Maar met tegenstanders als terroristen, de jihadistische terroristen van dit moment, die hebben de eeuwigheid aan hun zijde, denken ze. En die werken met sleeper cells. Je hebt die informatie ook nodig om op een gegeven moment, als je een nieuwe snipper hebt, hè, je zit altijd in dat voorveld, als je een nieuwe snipper hebt, om nog weer terug te kunnen kijken, om in die netwerken weer nieuwe
targets te kunnen identificeren. Dus die 3 jaar heeft gewoon een operationele noodzaak. Niet om nog 3 jaar later iemand aan te spreken op zijn gedrag. Belangrijk is verder, ik denk ook heel belangrijk, inlichtingendiensten werken onder een ander juridisch regime. Er is geen directe rechtsgevolgen als de aandacht van de dienst voor u is. Het is heel wat anders dan opsporing. U hoort steeds onschuldige mensen en verdachten. Het term verdachten bestaat niet in de inlichtingenwereld. Je bent op zoek naar targets, want je moet altijd voor het strafbare feit zijn. Ons opsporingssysteem is na het strafbare feit. Veiligheidsdiensten kunnen niet wachten tot het strafbare feit gepleegd is. Want op dat moment, als de bom ontploft, ben je te laat als veiligheidsdienst. Dus je moet ervoor zijn. Dat betekent dus ook dat je... je hebt geen rechtsgevolgen, want op het moment dat je echt iets vindt, maak je een ambtsbericht, wordt het aan het OM overhandigd. En dan moet het OM weer opnieuw het bewijs gaan vinden via de normale procedures en strafrechtgeving. Dus het is toch een ander verhaal. Ik ga wat inkorten, want ik geloof dat die 4 minuten, dat is helemaal niks voor zo'n ingewikkelde wet. Ik wil in ieder geval concluderen. Burgers worden niet massaal afgeluisterd, dus geen maatsurveillance. Er zijn geen rechtsgevolgen voor degenen die in het sleepnet belanden, want zie het als vissen die teruggezet worden. Er zit een 3-dubbel slot op de deur, die van die tip en nog eens een keer van de CTIVD die gedurende het hele proces en achteraf meekijkt. En de kans dat iemand onterecht in de aandacht van de diensten komt, is dan ook zeer klein. Er zijn tal van corrigerende middelen. Heb ik dan helemaal geen kritiek op de wet? Ja, wel degelijk. En daarom vind ik het zo belangrijk dat hier gediscussieerd wordt. Mijn kritiek heeft veel meer betrekking op de verhouding tussen politiek. Ja, en nou is het echt het belangrijkste. Oké. Okay, ja. Ja. De verhouding tussen politiek en de diensten. Hoe zorgen we ervoor dat de diensten geen staat in de staat worden? Ontzettend belangrijk. Maar hoe zorgen we er ook voor dat de politiek zich niet te intensief met inlichtingen gaat bezighouden? Het grootste ramp zou zijn dat we politiek gestuurde inlichtingendiensten zouden krijgen. Dus die balans tussen de bemoeienis van de politiek met de diensten en de mogelijkheid die diensten moeten hebben om tegen de stroom in te zwemmen, om te zorgen dat ze, ook al wil de politiek het niet horen, waarschuwingen geven over dingen die er aan de hand zijn, dat moeten we toch met elkaar intact houden. En daar moet het debat vooral over gaan. De verhouding tussen politiek en inlichtingendiensten. Dank u wel. En uiteraard is 4 minuten kort. Daarom heb ik u ook ietsje langer gegeven. En ik wil heel graag Nina de Vries het woord geven. Van Amnesty International, programma Veiligheid en Mensenrechten. En heeft zich uiteraard de afgelopen periode bezig gehouden met de WIF. En die krijgt ook nu eerst beschermde spreektijd. Ja. Nina, het woord is aan jou. Hartelijk dank en goeie avond. Allereerst hartelijk dank aan alle sprekers hier, professor Abels en Peter Koop. In het bijzonder dat jullie onze uitnodigingen, ik geloof, van harte hebben aangenomen. En hetzelfde geldt voor Ancilla en de studenten. U triggerde me, meneer Abels. Een alternatieve naam voor de wet, ik heb er ook een bedacht terwijl ik naar u zat te luisteren. Wet beschermde democratische rechtsstaat, waarin zowel de veiligheid als onze fundamentele vrijheden en mensenrechten beschermd worden. Want de rechtsstaat, de democratische rechtsstaat, waarborgt onze fundamentele vrijheden en rechten, onze mensenrechten. En het beschermt ons allemaal tegen machtsmisbruik en willekeur door de overheid. Die democratische rechtsstaat moet beschermd worden. En privacy is een mensenrecht. Het onderscheppen van private communicatie is per definitie een inbreuk erop. En soms is die gerechtvaardigd, maar dan wel alleen onder strikte voorwaarden. Zo moet het een legitiem doel dienen. En over het bestrijden van terrorisme of gewelddadig extremisme zijn we het natuurlijk snel eens. Dat is een legitiem doel. En die inbreuk die moet ook voorzienbaar zijn. En dat betekent dat via een wet voor burgers duidelijk moet zijn onder welke omstandigheden hun vrijheden en rechten ingeperkt worden. En ook moet het onderscheppen gericht zijn op personen of organisaties van wie het ernstige vermoeden bestaat dat zij een bedreiging vormen voor deze democratische rechtsorde. En dat is bij de onderzoeksopdracht gerichte interceptiebevoegdheid, de term die de nieuwe wet gebruikt voor het sleepnet. Ik vind het lastig om elke keer de hele tijd uit te spreken. Niet het geval. Sorry. Die sleepnetbevoegdheid is niet gericht. En het treft ook mensen die zelf geen bedreiging vormen. En dat is Amnesty's fundamentele bezwaar tegen deze bevoegdheid. Amnesty vindt ook dat niet overtuigend is aangetoond waarom deze verregaande bevoegdheid noodzakelijk is. En waarom middelen die minder ver ingrijpen op onze rechten niet toereikend zijn. En vaak, het is al gezegd, worden privacy en veiligheid wat tegenover elkaar gezet.
Wil je veiligheid? Lever dan privacy in. Wil je privacy? Neem dan genoegen met minder veiligheid. Maar is dit toch echt niet een valse tegenstelling? Maakt het opgeven van vrijheid omwille van veiligheid de weg niet vrij voor een samenleving waarin vrijheid juist een uitzondering vormt en angst misschien de regel? En bovendien, het recht op privacy beschermt naast de persoonlijke levenssfeer ook bijvoorbeeld de vrije meningsuiting. Uiteindelijk kan van toezicht op van alles wat je leest, ziet, doet, kijkt, bekijkt, bespreekt een verlammend effect uitgaan. Dan worden mensen voorzichtig in het verkennen en uiten van ideeën. En ook van minder gangbare ideeën. Dat heet zelfcensuur en het beperkt de vrijheid voor een afwijkende opvatting die juist zo essentieel is in een vrije samenleving. Jaarlijks doet Amnesty onderzoek in meer dan 100 landen. We zien hoe te ruime surveillancebevoegdheden gebruikt worden om activisten, journalisten, dissidenten in de gaten te houden. Hun bewegingen te monitoren, waar ze afspreken, wat ze communiceren en monddood te maken. En ik, for the record, ik zeg bij deze niet dat dat hier in Nederland gebeurt. Maar een wet moet nooit meer ruimte bieden dan dat nodig is. En daarbij is goed toezicht onontbeerlijk. Want in een vrije samenleving controleert de gemeenschap de overheid. En natuurlijk maakt de aard van het werk van de inlichtingen en veiligheidsdiensten die controle lastig. En dan is volwaardig, onafhankelijk en bindend toezicht op het handelen van de diensten cruciaal. Ook voor hun eigen legitimiteit. En dan nog een paar woorden over de samenwerking met buitenlandse diensten. Op voorhand wordt in de nieuwe wet geen enkele samenwerking uitgesloten. En dit betekent dat ook gegevens en communicatie van burgers gedeeld kunnen worden met landen die weinig respect hebben voor privacy en andere mensenrechten. Ook ongeanalyseerde gegevens. Daarbij kan dus geen inschatting gemaakt worden van de gevolgen van het delen van deze gegevens. We moeten echt voorkomen dat alle waarborgen het raam uitgaan wanneer gegevens de grens overgaan. Dus de democratische rechtsstaat die moet natuurlijk beschermd worden tegen aanslagen en tegen bedreigingen op ons recht op leven. Maar die bescherming moet dezelfde democratische rechtsstaat niet ondermijnen. Amnesty International is voor een wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, maar dan één met wat sterkere waarborgen voor de mensenrechten van ons allen. Amnesty wil een wet en geen sleepnet of geen onderzoeksopdracht gerichte interceptiebevoegdheid. Dankjewel. En ik ga ook wel Abels vragen om plaats te nemen op het podium. Daar ga ik er voor deze gelegenheid nog even kort bij zitten. En daarna laat ik het podium aan alle kijkers. Nou, de microfoon is al ergens, jongens. Ik zet in ieder geval de vragen alvast open, want dan komen straks ook de andere panelleden erbij. Maar ik ga eerst even jullie beiden de gelegenheid geven. Meneer Abels, is er iets waar u op wilt reageren uit het betoog wat na u is gehouden? Nou, ik vind het in ieder geval een betoog wat al wat meer nuance, veel meer nuance al in zich draagt dan wat we zeg maar, in die campagne zien. En dat is natuurlijk de microfoon dicht bij u houden, ja. Dat is natuurlijk ook logisch, want dan gaat het met soundbites. Ik hoor weinig over toch de waarborgen, of die dan niet voldoende zijn om om ervan uit te gaan dat er toch met grote zorgvuldigheid met dit middel omgegaan wordt. Want even voor de record, u zegt die waarborgen zijn wel voldoende. Die zijn voldoende. En mevrouw de Vries, Amnesty International, zegt, nou, daar bedoel, dat is niet zo, of daar hebben wij grote twijfels over. Hè? Een van die twee is het. Mevrouw de Vries, hoe zit het? De waarborgen. Zoals jullie net eigenlijk in mijn inleiding hebben kunnen horen, hebben wij eigenlijk gewoon een fundamenteel bezwaar tegen het dat het mogelijk gemaakt wordt dat ook gegevens verzameld worden of onderschept worden van mensen die zelf geen bedreiging worden voor de samenleving. En als ik het over de minder sterke waarborgen uit de wet heb, heb ik het eigenlijk niet alleen over die specifieke bevoegdheden, maar ook nog over wat andere bevoegdheden. En één punt daarvan is toch ook het toezicht. Volgens mij zijn we het over eens dat het ontzettend belangrijk is dat er echt goed toezicht toezicht moet zijn. Goed toezicht. En dat is dat moet echt onvoorwaardig, onafhankelijk, onpartijdig en wat ons betreft bindend toezicht zijn achteraf. Het geeft ons niet heel veel vertrouwen dat de minister tijdens een Kamerdebat zegt dat hij heel graag de aanbeveling naast zich neer wil kunnen leggen van de toezichthouder. Ja. Als hij daarmee oneens is. Meneer Abels? Snapt u dat? Nee, want nee. Toezicht achteraf, dan zit je bij de CTIVD. Die was er al. Ja. Dat hadden we met die kabel, niet kabelgebonden communicatie. De ether communicatie. Nu hebben we toezicht vooraf. En daar is een absolute, als er een negatief advies is van die toezichtscommissie, die tip, dan is er
dan is er een no-go. Ja, maar de vraag is natuurlijk, wanneer gaat die commissie precies negatief adviseren? En is dat dan een waarborg? En ik kan me voorstellen... Voordat het middel gebruikt wordt. En in ja. drie fases. Ja, maar het probleem is, we kunnen dat natuurlijk niet zien. Dus je moet dat vertrouwen. En dat is een mechanisme, dat snappen we. Het is een onafhankelijke commissie. Het is niet een commissie van dienstmedewerkers, dat snap ik. Dan zou het vertrouwen niet zo zijn, want dan was het een interne check. Nee, dit zijn mensen. Twee rechters en een niet-rechter. Ja. Een andere kwaliteit. En dat zijn mensen die maatschappelijk bekend zijn, die onafhankelijk zijn, die een positie en een naam hoog te houden hebben. Die gaan niet, wat de Raad van State zegt, als een soort stempelmachine fungeren. Nina de Vries? We zijn ook zeker heel erg blij met de instelling van de toezichtscommissie inzetbevoegdheden. Het is weer zo'n rotwoord. De wet leent zich voor. Afkorten, jongens? En als jullie onze afkorting niet meer begrijpen, even een shout-out. Ja. We zijn ontzettend blij met de instelling van deze commissie, die vooraf de inzet van de bevoegdheden van de diensten doet. Want tot nu toe was het zo dat de minister dat zelf deed. Dat hij zelf en besloot tot uitvoering en ook de afweging maakte. Dus dit is zeker een stap vooruit. Wij zien het een beetje anders. Wij denken dat het nog sterker zou zijn als die waarborg of die toestemming bij de rechter komt te liggen. Zoals dat nu ook bijvoorbeeld voor een enkele bevoegdheid het geval is. Doorbreken van briefgeheim of het intercepteren van de communicatie tussen een advocaat en dienstcliënt. We hebben nog weinig hele goede argumenten gehoord waarom de gewone Nederlandse burger niet dezelfde hoogstaande wijze van toestemming of bescherming, toestemming vooraf verdient. En ik zou ook graag nog, als ik de gelegenheid krijg, nog iets willen zeggen over de toezicht wat er tijdens en achteraf georganiseerd is gehouden. Want ook op het moment dat er de noodzaak en de proportionaliteit van de inzet van een bevoegdheid kan wegvallen. En daarom is zo'n commissie van toezicht zo ontzettend belangrijk, die dat kan monitoren in de gaten kan houden. Die doet dat ook tijdens het proces. Doet dat tijdens het proces, dat is hartstikke belangrijk. En wat wij belangrijk vinden, is dat op het moment dat zo'n onrechtmatigheid geconstateerd wordt, dat je ook een beetje door kan bijten. En dat je niet hoeft te wachten totdat de minister besluit wat hij met de aanbeveling doet, dat het onrechtmatig is en hoe je dat op zou kunnen lossen. We denken dat het echt een stevigere bescherming is voor de mensen en hun rechten om wat meer tanden aan te geven. En dus zegt Amnesty International Nederland, en dus zou die wet zo moeten worden aangepast, dat waarborg er veel steviger in staat. Want dan is het vertrouwen van burgers in de veiligheidsdienst ook wat groter. Kunt u zich dat voorstellen? Of zegt u, dat is echt, daar kan ik niet bij? Nee, want zoals ik al probeerde aan te geven, de kans dat je überhaupt als u noemt het onschuldige burger, dat is natuurlijk ook een begrip waar een dienst niet meer kan werken. Want per definitie zijn er geen schuldigen, want er is nog niemand veroordeeld. En er is dus de kans dat je... Maar u snapt wat ik bedoel. Een derde die toevallig daar... Dat kan gebeuren. Dat jouw communicatie afgeluisterd wordt, is minimaal. Ja, maar dat is interessant dat u dat zegt. Want u zegt de kans is minimaal, maar hij is niet non-existent. Hij is niet nul. Nee, maar daar kan een vergissing gemaakt worden. Maar dan wordt al heel snel, als duidelijk is van we zitten op verkeerde spoor, dan wordt dat natuurlijk hup. Maar je zult met die ene burger zijn, of die twee, of maar die drie. Maar dan zeg ik, dan heb je eigenlijk geen rechtsgevolgen. Want er wordt niks gedaan met die informatie. Je hebt dus die ene burger die tussen de wal en het schuffel, die heeft geen rechtsgevolgen. Ja. Kortom, die heeft er geen last van. Ja, ik vind dat soort slagen om de arm als nagenoeg onmogelijk. Ja. Ja, hij is voor ons gewoon niet goed genoeg. Jullie willen een garantie. 100%, dat willen ze ook altijd bij de dienst. 100% garantie dat er geen aanslagen plaatsvinden. Dat is, goed, is ook niet te geven. Ik sluit ook niet uit dat we elkaar niet helemaal kunnen krijgen. We komen er nog niet helemaal uit. En ik wil ook graag zo meteen nog even kijken richting het publiek voor nog wat vragen en opmerkingen. Maar ik wil ook twee andere personen erbij halen. En daarom ga ik het podium verlaten. Allereerst natuurlijk Marlou Gijzen. Een van de studenten die mag ook al plaatsnemen. Die heb ik al geïntroduceerd. Ik wil ook Ancilla van der Leest uitnodigen. Digitale rechtenactivist. U kent haar wellicht ook als oud-lijsttrekker van die Piratenpartij en adviseur privacy en van de GDPR. Grote applaus aan Ancilla van der Leest. En ons vijfde panellid krijgt straks ook weer beschermde spreektijd. Overigens net zoals Ancilla van der Leest, dat is Peter Koop. Houdt zich al jarenlang bezig met analyses en het volgen van de veiligheidsdiensten. En wellicht kent u hem via het blog electrospaces.net. Peter Koop. Ik begin toch even met Ancilla van der Leest. Iets gehoord waarvan je nu al denkt, daar zou ik toch al op willen reageren. Ja, een aantal dingen. Nou pak er één om mee te beginnen. Ik vond de term gericht-ongericht interceptie vond ik erg fascinerend. Het is toch een beetje een contradictie in terminus.
Inderdaad, woorden als of uitspraken als de kans is minimaal dat zus en zo. Ja, ja, dat stelt jou niet 100% gerust. Ja, dat maakt me eigenlijk erg ongerust, laat ik het zo zeggen. Zijn dit mijn 4 minuten trouwens? Nee, zeker. Je krijgt daarna ruim de 4 minuten. Dat is allemaal hierna. Nee, het is even een hele korte reactie, want dan wil ik ook Peter de gelegenheid geven om de eerste reactie te geven op wat er tot nu toe is besproken. Met wie bent u het meeste eens? Ik denk met Paul Abels dat ik daar de meeste verwantschap mee heb. Ja, dat is wel een punt waar ik het niet helemaal mee eens ben. Maar goed, ik ben ook blij om van Amnesty een wat genuanceerder geluid te horen. Misschien is het goed om er even aan te herinneren dat we hadden het over dat bij de ongerichte interceptie de kans bestaat dat de communicatie van niet betrokken mensen meekomt. Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat ook bij de nu al bestaande gerichte tap, als er dus een tap echt op één persoon wordt gezet, dat daar ook al enorm veel communicatie van niet betrokken personen bij komt. Hè? Dan, U zegt dat is nu ook al zo. Dat is nu ook al zo. Maakt het dat minder erg? Dat wil ik niet direct zeggen, maar we moeten ons realiseren dat het niet zo is dat we zwart-wit keuzes kunnen maken in de zin van dat is goed en dat is fout. Het is altijd. U zegt het kan niet anders. Het kan bijna niet anders, nee. Oké, het kan bijna niet anders. Zeg ik even tegen Ancilla, tegen Nine. Ja, het kan wel degelijk anders. Niet al te lang geleden is whistleblower Bill Binney, die bekend is van de NSA. In 2001 is hij whistleblower geworden, heeft de NSA verlaten en heeft gezegd wat die Patriot Act allemaal in staat stelt, de overheid allemaal toe in staat stelt, daar kan ik niet achter staan. Ik heb een eed afgelegd om de grondwet te beschermen, waaronder ook privacy valt. En ik kan hier niet achter staan. Hij heeft onlangs is hij naar Oostenrijk afgereisd, waar een soortgelijke wet besproken werd in het parlement. Ja. En nadat hij daar zijn zegje heeft gedaan over al zijn lessen die hij heeft geleerd bij de inlichtingendiensten, is die wet wel degelijk afgeschoten. Die hier nu er toch eigenlijk in de zomertijd zo rapjes en vrij stil ook doorheen is gejast. Ja, vertel even, want dat is. Heb je de indruk dat dat is gebeurd, dat hij er even doorheen is gerommeld, gemoffeld? Nou, zelfs de voorstanders van de wet, die zijn het er ook over eens dat er erg weinig debat over is geweest. En dat er erg weinig kennis over is bij de gemiddelde burger, terwijl het toch ons allemaal aangaat. Maar we hadden toch, het is door de Tweede Kamer heen, het is door de Eerste Kamer heen. We hadden iets kunnen doen. Nou, nu zijn er 5 studenten die hebben iets gedaan, maar of niet? Ik wil er best iets over zeggen. Graag. Ik denk dat er ontzettend veel instanties en organisaties, academen en ongeruste burgers zijn geweest die zich, zeker de afgelopen 2 jaar, sinds die wet voor het eerst voor publieke consultaties gepubliceerd, zich er tegenaan bemoeid hebben. Op vrij constructieve manier, als ik zo vrij mag zijn. Dat zegt u als ervaringsdeskundige? Ja, neem ik aan. Ik weet van ons wat wij ondernomen hebben en wat voor gesprekken we gevoerd hebben. En, heeft het iets opgeleverd? Het heeft in de marge iets opgeleverd. Het feit dat er nu zo'n toetsingscommissie voor de inzet en bevoegdheden vooraf is, ben je dus een stap vooruit. Maar toch, maar niet helemaal geluisterd, want u bent niet helemaal tevreden. Nee, oké. Dat klopt inderdaad. En zo zijn er meerdere partijen nog steeds niet tevreden. Tenminste, als ze nog achter hun standpunten staan van maar de goed, strijd. Maar goed, dat was de lobby, hè? Dus de lobby heeft plaatsgevonden. Malou? Om hier even op in te haken. Ja, ik doe het. Blijf maar doorpraten, dan gaat hij vanzelf harder aan. Ja. Er zijn ook in de Kamer namelijk allemaal amendementen voorgesteld om aanpassingen te doen aan de wet. En veel daarvan zijn afgewezen. Eén ding wat meneer Abels zei, is dat het. U zei, het is nou zo dat de bijvangst, als het nutteloos is, onmiddellijk wordt vernietigd. Nu staat er in de wet wat er wordt gedaan als bijvoorbeeld communicatie tussen advocaat en zijn cliënt wordt onderschept. En daar staat inderdaad, zodra dat in dat sleepnet gevangen wordt, dan moet dat meteen worden vernietigd. Maar er kan ook communicatie tussen journalist en bron opgevangen worden. Die hoeft niet meteen te worden vernietigd. Er is een amendement gedaan om dit voor te stellen. Kan dat alsjeblieft gedaan worden? Die is afgewezen. En dit is ook een punt waarbij we. Ik wil nog iets zeggen. Ja, ga je gang. In deze discussie stellen mensen vaak de vraag van wat heb ik te verbergen? Maar het gaat niet alleen om mensen zelf. Als dingen als bronbescherming wegvallen, dan heeft dat gevolgen voor de gehele samenleving. Als klokkenluiders niet meer naar buiten durven te komen, dan heeft iedereen er last van. Laten we dit punt even vastpakken, want dat is een goed punt. Zelfs een mini-applaus in de zaal.
Malou maakt de vergelijking, en dan graag meneer Abels daar reactie op. Malou maakt de vergelijking met het verschoningsrecht van de advocaat. Hè. Wat zo is, is op het moment dat hij met de cliënt spreekt, als dat de bijvangst is, dan is het nu geregeld in de wet, mag niet gebruikt worden, weg. En de vergelijking wordt gemaakt, ja, maar stel nu dat een journalist en een bron, dat dat er wel in zit, daar geldt het niet voor, want daar zit geen wettelijk verschoningsrecht voor de journalist. Ergo zit ook niet in deze wet. Kortom, dan is de journalist het haasje. En dat is een groot gevolg voor potentieel de hele samenleving. Want wat kunnen we dan nog met elkaar doen? En dat gaat wel degelijk in tegen de privacy. En dat is een mensenrecht, meneer Abels. Klopt. Daarom moet je ook vertrouwen dat het toezicht in die zin ook dusdanig is dat als dit naar boven komt, dat dit, want als je het wel gebruikt, dan ziet de commissie van toezicht het, dan ziet. Maar dan is het kwaad natuurlijk wel geschied, toch? Dan bedoel, stel je zal die ene onderzoeksjournalist zijn. Het nieuwe kabinet maakt daar geld voor vrij voor onderzoeksjournalisten, maar je zult er maar tussen. Maar zitten. Dat is hetzelfde wat Peter zegt. Als je een telefoontap hebt en een journalist belt met het target. Je belt nu, ja. Ja. Dan hoor je dat, ja. En dan is de vraag, wat doe je met die informatie? Ja, Oké, maar wacht even. Wat er nu vaak gebeurt, is, we vergelijken het telkens met de oude wet. Zometeen zou ik daar overigens graag wel een reactie op willen laten we zeggen, even de tegenstanders. Maar het is natuurlijk niet zo dat omdat er in die oude wet allerlei dingen niet geregeld waren, dat we dat, omdat we nu een nieuwe wet hebben, dat niet hoeven te regelen. We zouden het dan toch perfect kunnen regelen nu? Ja, maar ik zou niet weten hoe je wilt regelen dat als je ergens op een target een tap hebt, dan kun je niet zeggen, dit gesprek ga ik niet uitluisteren en dat gesprek niet. Okay, Het kan gewoon niet. Dat is onwerkbaar. Het kan gewoon niet. Nou ja, op dit moment zijn er een hoop waarborgen in die trant die niet gemaakt worden, die wel degelijk gemaakt zouden kunnen worden. Het hacken van derden. Het feit dat, u zei net, zoiets als onverdacht bestaat niet. Zoiets als onschuldig bestaat niet, want niemand is op het moment dat hij gesurveilleerd wordt al schuldig bevonden. Dat klopt, maar er zijn wel degelijk onverdachte mensen. En die kunnen ook meegenomen worden. En wat is het bezwaar daarin? Het feit dat het voor een chilling effect zorgt in een samenleving waarbij bepaalde beroepsgroepen echt wel van levensbelang zijn voor je democratische rechtsstaat. Wat eerder ook al genoemd is, het is ongekend dat zowel artsenverenigingen, de NVJ, de Vereniging van Journalistiek, als Amnesty International, als Bits of Freedom, zoveel verschillende partijen. Niet per se uit dezelfde hoek. Met verschillende belangen. Ja. Die maken zich alle zorgen over bepaalde waarborgen die gewoon niet in deze wet zitten. Dat dit een veel te ruime wet is. Okay. Peter Koop. Ja, even nog over die journalisten. Inderdaad, het is vooral ook een hele technische kwestie. Want hoe zorg je er inderdaad voor dat als, inderdaad, bij een directe tap of ook bij de ongerichte interceptie, hoe zorg je ervoor dat je die data van of het gesprek of communicatie met een journalist, hoe zorg je er gewoon technisch, praktisch voor dat je dat niet te zien krijgt? Ik begrijp dat voor advocaten dat er een soort register wordt bijgehouden van hun telefoonnummers. Ja. En dan kan je inderdaad dat in een lijst zetten en wegfilteren. Ja. Voor journalisten schijnt dat een heel stuk moeilijker te zijn, omdat dat natuurlijk een hele wat grotere en diffusere doelgroep is. Ja, is het zo? Ik bedoel, we hebben best wel advocaten hoor in Nederland. Dat is een argument dat de regering gebruikt. Ah. Maar goed, als mensen een technische mogelijkheid zien om inderdaad de nummers van journalisten eruit te filteren, ja, dat vind ik prima, daar ben ik helemaal voor. Ja, maar dat staat er niet in. Nina de Vries? Het zegt ook iets over de proportionaliteit die de bevoegdheid van de sleepnet met zich meebrengt. Het ontbreekt eigenlijk het van de proportionaliteit. Het feit dat het technisch niet mogelijk is om daar een oplossing voor te zoeken, dat moet meegenomen worden in onze beoordeling of we zo'n bevoegdheid in deze samenleving willen hebben. En ik zou ook graag, eigenlijk wil ik twee punten maken. Ik weet even niet waar ik mee wil. Ik wil heel graag iets zeggen over die bijvangst. Die werd net een klein beetje tussendoor gemoffeld, dat het maar een beetje om bijvangst gaat bij die ongerichte interceptiebevoegdheid. Ja. Maar er wordt straks, als die wet in werking is, gaat het natuurlijk niet om één onderzoeksopdracht die wordt uitgevoerd. Het zullen meerdere zijn. En als samenleving hebben wij werkelijk maar geen idee hoeveel dat er zijn, wat de omvang is en hoe lang ze duren. Is dat erg dat wij dat niet weten? Het gaat om de optelsom. Dus als het de bedoeling is dat het mogelijk wordt gemaakt om ongericht informatie of communicatie te verzamelen, dat het een expliciete keuze is dat daar ook mensen met hun communicatie tussen komen die zelf geen bedreiging worden voor de samenleving. Als het de bedoeling is dat dat stelselmatig en op grote schaal gebeurt, wat betekent dan die optelsom van onderzoeksopdrachten? Okay. Ik vraag me dat wel af. Zojuist werd ook al gezegd. Wacht even, eerst reactie van meneer Abels. Want anders dan.
Krijgen we heel veel om op te reageren? Ik denk dat het een terechte vraag is waarin je dat ook aan politiek en samenleving moet vragen. Wat zijn wij bereid op dit punt te accepteren van een overheid en aan een overheid toe te staan? Ja. In relatie tot, als we het niet doen, en dat moet een dienst heel goed kunnen uitleggen, en dat doen ze naar mijn mening nog veel te weinig, waarom bepaalde middelen echt nodig zijn. En dat geldt ook dit middel. Daar moeten ze echt overtuigend ook naar buiten kunnen uitleggen. Kan het zijn dat u elkaar wel vindt over het feit dat die schimmigheid die daar nu heerst over deze waarborg, dat wel beter kan? Ja. Daar vindt u elkaar. Nou, ik kan me voorstellen dat het kan gebeuren. Want wij zijn niet overtuigd geraakt van die noodzak. En als ik u goed begrijp, hoor ik u zeggen van dat er misschien beter aangetoond had kunnen worden of uitgelegd had kunnen worden. Nou ja, goed, laten we daar de komende tijd dan hebben. En dan de principiële keuze maken van, wat zijn we bereid om die dienst toe te staan ten einde een aantal dreigingen die echt heel serieus, substantieel, hoe je het wil noemen. Nog even één punt en daarna ga ik nog even, ik zie dat er vragen binnen zijn gekomen of opmerken over de zaal, dus die wil ik ook toestaan. Meneer Abels, u zat gisteren bij Nieuwsuur. Gisteravond waren het andere mensen inderdaad, maar afgelopen maandag. maar het ging ook gisteren ging het kort, daar komen we straks nog even terug over de sleepwet. Maar maandag zei u, we verwachten heel veel van de inlichtingendiensten. Dan moeten we ze ook toerusten. Ik parafraseer het even wat korter. U gebruikt volgens mij twee zinnen, dit is één zin. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Want zo'n zin daarvan zegt iedereen, nee, natuurlijk moeten we dat doen. Maar wat bedoelt u daar dan mee? In het licht van de discussie die we nu voeren. De kwestie die nu aan de orde is van, sta je diensten toe om een aantal middelen te gebruiken ten einde serieuze dreigingen tijdig te kunnen onderkennen. En als de wet van tafel zou gaan en bijvoorbeeld dit middel, waarvan ik van overtuigd ben dat het een noodzakelijk middel is, daar kunnen we het nog over hebben. Er wordt steeds het argument gebruikt van, de verdachten waren al bekend bij de dienst, dus het middel is niet nodig. Volgens mij gaat de discussie niet over, moet het middel, het gaat over proportionaliteit en het gaat over wat doen we met bijvangst, dingen die er niet in thuis horen. En daarvan zeggen de criticasters, dat moet echt beter geregeld worden. En u zegt, Zo weinig mogelijk bijvangst, eigenlijk het liefst zoveel mogelijk bijvangst, want dat doen ze niks meer, dat gooien we weg. Dus zoveel mogelijk weggooien. Weggooien. Maar het is dus nu zo dat we de geheime diensten op de mooie blauwe, bruine of wat voor ogen ze dan ook hebben moeten geloven. Nee, dat is dat sociaal contract waar ik het over heb. Ja. Wat je als samenleving hebt met een dienst. Het sociale contract. Ja. En wie heeft dat ooit getekend, dat sociale contract? Het parlement. Daar hebben we een parlement voor. Ja, maar en dat is nou precies, denk ik, waarom studenten nu dat referendum willen. Omdat ze denken, maar wij voelen ons op dit moment onvoldoende vertegenwoordigd. Want dat sociale contract, wat natuurlijk mooi wordt, maar misschien dat niet iedereen zich onder dat sociale gebonden voelt door dat sociale contract. Maar goed, zo werkt een parlementaire democratie. Ja. Voelt u zich, heeft u dat ooit zo ervaren? God, waar zal ik eens beginnen? Oké. Goed, net werd er ook al gezegd, dan komen er vissen in dat sleepnet en die vissen gooien we dan weer terug. Maar vaak is het zo dat je bij bijvangst, als je die vissen eenmaal vangt en dan weer teruggooit, dan zijn ze al dood. Ik heb zeker wel gevist, maar goed. Dat hoorden mensen thuis niet. Meneer Abels zei, dan heeft u nooit gevist. Je moet het wel even anders horen. Het is heel gek. Ga door. En dat sociale contract, daarmee zeg je dus inderdaad eigenlijk, goed, vertrouw ons maar. Wij zullen, we hebben inderdaad superveel bevoegdheden. Misschien meer dan we op dit moment logischerwijs kunnen verantwoorden. Maar vertrouw ons maar, daar gaan we geen misbruik van maken. Vertrouwens, maar er zit natuurlijk, nogmaals, er zit ook daar een commissie die er natuurlijk wel op toezet. Het is niet dat we ze letterlijk moeten vertrouwen, dat we nooit kunnen checken wat er gebeurt. Wanneer je zegt van een sociaal contract, dan is dat is dus eigenlijk het principe, inderdaad. Dat is dus eigenlijk wat je zegt. Ja. Nou hebben we al vaker gezien in samenlevingen dat sociale contract op een gegeven moment een beetje scheef loopt. Omdat je geen statische samenleving hebt waarbij je nu afspraken kunt maken gebaseerd op de normen en waarden die wij nu delen. En ervan uit kunt gaan dat over 50 jaar diezelfde waarden en normen nog steeds overeenkomen tussen de samenleving en de overheid.
om toch maar weer even het voorbeeld van Amerika aan te halen. Op het moment dat daar de Patriot Act werd aangenomen. En ook de afgelopen jaren toen Snowden naar buiten kwam. Met toch het feit dat er op hele grote schaal massaal burgers in de gaten worden gehouden. Om redenen die gewoon absoluut niet te verantwoorden zijn. Reageerden veel mensen met, nou ja, goed, oké. Nou ja, die Obama toch wel vrij charmante man. En hem vertrouwen we wel, dus nou ja, oké dan. Nou, vervolgens wordt er een president verkozen, waarbij toch een heleboel mensen zoiets hebben van enthousiast zijn. Wow, wacht even. Deze man vertrouw ik niet met mijn data. Ja. En terecht, want er is onlangs ook uitgekomen dat, ik maak heel even mijn zin af. Ja, ja. Dat ook door de Amerikaanse overheid werd opgevraagd wie er zich kritisch online had uitgelaten over Trump. Ja. Dus dat zijn wel. Maar bent u daar dan ook in Nederland bang? Want deze redenering, ik denk die iedereen die snapt, en dat is zeer onwenselijk. Maakt u de parallel met Nederland? We vertrouwen nu de overheid nog wel, maar stel dat er iemand aan de macht komt die we misschien minder vertrouwen of waarin dat sociale contract wat minder is. Is dat uw probleem? Nou ja, op het moment dat je zo'n wet aanneemt, waarbij toch van zoveel verschillende kanten, links, rechts, boven, onder, overal, uit verschillende hoeken, zowel van burgers als van verenigingen, organisaties en politieke partijen, toch het geluid komt van, nou ja, deze wet zit niet goed in elkaar. Hij is veel te breed. Er zijn niet genoeg waarborgen. En er zitten gewoon echt wel wat serieuze vraagtekens aan. Dan moet je dus ook, dan kunnen we nu dus met z'n allen zeggen van, nou ja, het zal zo'n vaart niet lopen. Maar dat mag je dus nooit doen met een wet die je aanneemt, waarvan je daar redelijkerwijs van kunt uitgaan, dat je hem niet zomaar weer, je kan er niet zomaar terugnemen. Nee, nee. En dus is dat sociale contract misschien niet. En dat gaat verder dan een sociaal contract. Ja, begrijpt u dat? Tot slot even korte reactie, meneer Abels. En daarna gaan we naar de Mentimeter met wat vragen. Ja, dan komen we bij het punt wat ik aan het einde van mijn betoog gemaakt heb. En dan zijn we het 100% mee eens. Ja. De wet moet eigenlijk bestendig zijn tegen welke politieke willekeur of welke politieke verandering dan ook. En dat betekent ontzettend belangrijk die onafhankelijkheid van het toezicht. En het regelen van de verhouding tussen de dienst en de politiek. En daar is het debat nauwelijks over gegaan. En daar heb ik grote. Maar vanavond wel. Ja, vanavond hebben we ja. Maar het gaat nog steeds over dat ene deeltje. Hè? Dat kabelgebonden interceptie. Dat is eigenlijk we hebben het nu over een middeltje. Toch? Ja. Maar ja. Kijk naar de verhouding naar de tussen politiek en. Ja. En de diensten. Daar moet het over gaan, het debat. We hebben zometeen ook nog iemand van, volgens mij van de commissie hier zitten. Kijken of ik die er zometeen ook nog eventjes bij kan betrekken, mevrouw Bos. We gaan even naar de Mentimeter en maken even een switch. Er zijn veel vragen, opmerkingen gesteld. Ik zag bijvoorbeeld één, en dan ga ik eventjes kijken naar de. Laten we er even een paar uitpakken. Professor Abels in Nieuwsuur. Iedereen die geen absolute voorstander is, begrijpt het niet. De CTIVD, AP en de Raad van State begrijpen de wet niet. Meneer Abels. En daarna even heb ik ook nog eentje voor meneer Koop. Maar was dat niet wat hard? Nee, ik heb zeker niet in die termen gesproken. Ik heb wel gezegd dat er veel onbegrip was over dit typische of dit specifieke middel. Ja. En de commentaren van de verschillende organen als de CTIVD en de Raad van State, die zijn totaal verschillend en hebben op hele verschillende aspecten. Er wordt nu gedaan alsof ze allemaal massaal tegen het middel zijn en tegen de WIF. Onzin. Er is commentaar van heel verschillende aard. Ja. Oké. Dan zagen we er zojuist nog eentje voorbij komen. Die refereerde eigenlijk aan iets wat de minister, wat Plasterk, heeft gezegd eerder. Over het feit dat, en dat ging bijvoorbeeld over de WhatsAppjes. Ik denk dat dat ook wel even een belangrijke is. Ik wil even naar Peter Koop dan. U volgt het er heel goed. Hè? U blogt erover, ja. U schrijft erover. Hoe kijkt u dan naar. Ja, laten we zeggen, uitspraken van een minister die niet bij iedereen een enorme garantie geven dat het in goede handen is. Welke uitspraak doelt u precies op? Nou, een van de uitspraken hier werd, die kunnen we er wel even bij pakken, is hè, waarom, dat ging over de WhatsAppjes en we moeten erop vertrouwen, dat het allemaal gegarandeerd is. Hoe verklaart u dat
heeft dat met dat sociale contract te maken, dat we dat gewoon niet goed vertrouwen. Hè. Hij gaf zelf aan, is bijvoorbeeld communicatie van 400.000 inwoners in een stad met WhatsApp. Oh, dat, ja, die kwestie. Ja. Ja, ja, nee, dat is inderdaad een, ja, dat komt uit een brief die door de NMS gepubliceerd is. Ja. En dat is inderdaad een beetje vreemde tekst die veel raadsels oproept. Ja, maar hij heeft het wel gezegd. Nou ja, ambtenaren hebben dat waarschijnlijk opgesteld. Ja, dat is waar. Ja, als ik me goed herinner, dan gaat het erover dat, dat interceptie vanuit een stad richting een bepaalde chatdienst onderschept zou moeten kunnen worden. Ja. Dus er wordt dan niet gezegd dat die hele stad onderschept moet kunnen worden, maar communicatie naar een specifieke chatdienst. En dat, ja, dat kan inderdaad nodig zijn. Of dat WhatsApp zal zijn, is maar de vraag, omdat WhatsApp tegenwoordig encryptie heeft. Dus dat maakt het dan een heel stuk moeilijker om de inhoud daarvan te zien. Waarschijnlijk is een concreet idee erachter dat ze dan de communicatie richting bijvoorbeeld een meer specifieke communicatie-app die dan door jihadisten of zo gebruikt wordt, dat ze daar die ongerichte interceptie op willen zetten. En uiteraard zullen ze dan via filters ook weer proberen het terug te brengen tot de hoeveelheid of de communicatie die ze zo gericht mogelijk eruit willen halen. Ik kan je redenatie volgen en ik begrijp hoe het werkt. Maar zo'n voorbeeld waarvan jij nu zegt dat het zeker niet uitsluit is op basis van deze wet, dat is precies wat ons zorgen doet maken. Dat gewoon van een stad van wellicht 400.000 inwoners de communicatie van een speciale chatdienst onderschept zou kunnen worden. Ja. In principe zou dat niet kunnen, dat want het is echt, encrypt. Hè, maar in principe dit is de kern van ons fundamentele bezwaar tegen die bevoegdheid. Ja, zit dat in de... Er werd net ook een vraag gesteld, wat is nou precies? En dan wil ik ook toch wel weer even terug naar Paul Abels. U wordt vaak genoemd, dus ik wil u ook spreekrecht geven. Wat is nou die noodzaak van die WIF 2? En neemt u alsjeblieft dan ook mee, hier zit nou precies het probleem. Dit zou zomaar kunnen gebeuren. Zelfs ambtenaren laten dit, nou ja, laten we zeggen, op een niet hele duidelijke manier weten. En dat voedt wel de onrust bij burgers die inderdaad geen kennis hebben van wat er precies bij die geheime diensten gebeurt. Maar misschien moeten we dat zo houden. Ja, dat is wat diensten natuurlijk van nature geneigd zijn om te doen. Ja. En toch moet je tegelijk voor het sociale contract vertrouwen in de samenleving. Ja, maar dan helpt het toch niet als iemand zegt, ja, het zou zomaar kunnen dat er dan 400.000 WhatsAppjes in worden onderschept als communicatie. Ja, dat... onderschept, maar dat is wat anders dan afgeluisterd. Hè? Ja, precies. Want onderschept betekent, we bewaren ze, ze staan op een server. We zetten ze in een bak en daar gaan we zoekslaggericht op zoeken. Ja. Dat is de verandering, daar wij het vroeger natuurlijk met andere middelen deden. Met de techniek moet je nu, ook omdat de tegenstander ook die middelen volop gebruikt en daar altijd in een wedloop zit met degene die ze probeert te onderkennen. Ja, daar moet je dit soort middelen hebben. Anders kom je niet bij de targets die je echt wil hebben. Kortom, de noodzaak van die nieuwe wet, daarvan zegt u, dat heeft gewoon puur te maken met het feit die oude wet was verouderd. Dat ging via ether. We hebben tegenwoordig zoveel nieuwe communicatiemiddelen waar mensen gebruik van maken, waar ook terroristen gebruik van maken. Als we deze wet niet doen, dan lopen we de geheime diensten achter de feiten aan. En spionnen en vreemde mogendheden en allerlei andere bedreigers. Oké. Een vraag aan Ancilla. Hoe ziet jouw ideale inlichting in de dienst eruit? Nou, dat is wel mooi. Dat is een interessante vraag. Stel dat je een toverstafje zou hebben. Ja, dat is natuurlijk een hele rare vraag. Ja, ik zit niet in de business van inlichting en diensten ontwerpen. Misschien, ik sluit het niet uit voor de toekomst. Wellicht leuk om daar op uit te wijzen. Maar nu heb ik daar even niet de expertise voor om daarop op in te gaan. Maar wat ik wel wil zeggen, wat nog niet genoemd is in deze discussie, is bijvoorbeeld ook het amendement wat is afgewezen tegen het hacken van medische apparatuur. Ja. Dus het gaat wel echt verder dan WhatsAppjes. Überhaupt moeten jullie geen WhatsApp gebruiken, maar natuurlijk Signal. Maar dat is een ander verhaal. Het is zo'n specifiek voorbeeld waar dan heel erg op doorgediscussieerd wordt. Maar het gaat over alle apparaten die met internet verbonden staan. En we gaan nu naar een hele gedigitaliseerde samenleving waarbij wij altijd allemaal in verbinding staan met internet. Al onze betalingen zijn digitaal. En Internet of Things en de smart homes. En het wordt steeds meer. De Tesla's, wat toch eigenlijk ook gewoon een rijdende iPad is. Ja. Weet je, dat zijn al die apparaten, die vallen allemaal onder deze wet. Dus het gaat echt wel wat verder dan communicatie wat jij zet in een WhatsAppje, wat dan al dan niet encrypted is. En dus moeten die waarborgen heel goed zijn. Tot slot in deze debatronde, Nina de Vries. Nou ja, goed, ik ben geen Ancilla, maar ik weet wel wat ik van de inlichtingendienst wil straks. En dat is dat zij op basis van een wet kunnen opereren die bevoegdheden hebben, zodat zij
de veiligheid in Nederland kunnen beschermen, waarmee ze ook tegelijkertijd onze fundamentele vrijheden en rechten waarborgen. Dat is wat ik wil. En dat zou samen moeten komen. Goed. We gaan er nog niet helemaal uitkomen. Ik zie wel wat verbintenissen, maar ik vind het veel te vroeg in het debatprogramma om daar nu alvast iets aan te doen. Ik ga jullie wel vast danken voor, laten we zeggen, de eerste aftrap. En we gaan zo meteen nog naar de verdieping. Maar we hebben eerst een intermezzo verdiend hier. En dat betekent dat ik jullie even de gelegenheid ga geven om ook even in de zaal plaats te nemen. Het panel, dames en heren. En dames en heren, dat was de eerste gesprekronde. We gaan nu luisteren naar een veelzijdig woordkunstenaar. Maakt voorstellingen, maakt liedjes, installaties, columns, poëzie. En geeft ook nog een keer les. Wellicht heeft u hem ooit gezien op de Parade, maar ook op Oerol Lowlands. En hij was een vaste columnist bij radio's Phoenix en Radio 1. Joost van Kersbergen is de naam en uw applaus is voor hem. Dankjewel. Wauw, jullie zijn een mooie zaal. En deze microfoon is een beetje... Voordat ik begin, ik snap eigenlijk de studenten wel. Ik bedoel, stel je nou voor dat je straks volgend jaar in de kroeg zit met je vrienden na een dag hard studeren. En een van je vrienden heeft echt iets te diep in het glaasje gekeken. En hangt een beetje over de bar heen op het punt om te vallen. En jij maakt een leuke foto ervan. En jij bent zelf ook niet helemaal helder meer. En je post die op Instagram. Hashtag mijn vriend is lam. En je vergeet een spatie. Nou ja. Hoe dan ook. Mijn vader was een... eenvoudige visser, of een schapenhoeder, een kleine boer, een markthandelaar. Hij werkte hard, net als zijn vader, voor zijn bestaan. Mijn vader was een onderwijzer, een ambtenaar of soldaat voor het verkeerde regime. Was integer, maar vanwege armoede en mijn geboorte toch het leger ingegaan. Mijn vader was een simpel man in een simpele wereld. Hij sprak één taal, had één boot, één goed net. Mijn vader kon zelfs de zee verstaan. Als ik mijn ogen sluit, zie ik hem nog vertrekken. Zo vlak voor de zon opkwam in zijn oude bootje van krakkemikkig hout, vol met zelf gerepareerde onderdelen dat hij altijd zo liefdevol verzorgde. En welke idioot er ook aan de macht was, al zolang als ik mijn vader ken, vaart hij uit. Ja, de zee is van niemand, hoorde ik hem wel eens zeggen. En ik? Ik dacht, ik word kunstenaar. Mijn vader snapte er niks van. Woord voor woord probeerde ik het uit te leggen. Dat het een roeping, bijna een plicht was. Dat het alles of niks was. Dat het in de duisternis mijn licht was. Dat dit was wat ik was. Dat ik ondertussen zo mijn verantwoordelijkheden kon ontwijken en alles veilig van een afstand kon bekijken, was natuurlijk mooi meegenomen. Want wat moest ik met mijn onuitgesproken dromen van een open zee? Van een net vol verse vis en van doorleefde handen. Ik zag mijn vader stranden in het getij van internationale politieke stroming en het leeggeviste water waarin enkel nog plastic dreef. Dus ik schreef. Maar wat als ik mijn pen niet had gehad? Dan was ik nu wellicht ook wel een bedreiging voor de vrije maatschappij. Dobberend op de deining van een zee vol informatie verscholen achter een druk of swipe. Mijn vader wilde dat ik ging studeren. Maar ik ging liever leren van mijn eigen stommiteiten. En zo roerloos bleef ik schrijven met een pen. Zo vruchteloos die krabbel, die haaienpoot, die babbel. Druipend uit hun mallen, kapot gekauwd, gevallen onder het stof van radiatoren waar niemand nog wil horen. Waar het blauw of rood of zwart in felle kreten van het hart wacht op wat beroering van een hand, op wat ontroering. Helaas een onbevredigd willen, want er zijn slechts ijle gillen van vingers op het toetsenbord en echo's van vergetelheid. In de vorm van vette vlekken op het touchscreen in je hand. De pen lijkt moord en brand te schreeuwen, maar is voorgoed in de la beland. En mocht je nou zoiets hebben van waar gaat dit heen, er komt een punt aan, echt waar. Tot dusver was mijn leven, ondanks mijn dwaze idealen, redelijk eenvoudig. Maar goed, het schoot ook niet echt op. Leven van de kunst bleek weer barstig, dus ik werd vakkenvuller en kunstenaar in de dop. Oh, wat was mijn vader trots.
Nou ja, toch had ik alles wat een kunstenaar betaamde, richtte zelfs mijzelf ten gronde. Enkel miste ik de ogen die zagen wat ik deed en daar dan vervolgens wat van vonden. Ik miste een luisterend oor. Misschien was ik te langdradig, te onsamenhangend en te wazig, dus men verloor hun aandacht. En ik dacht, ja maar, luister mij toch eens af. Nee, luister mij af. Luister mij af. Nee, serieus, luister mij af. Dus het internet moest mijn reddingsboei worden. Mijn drijfhout, mijn zelfgebouwde vlot om een onbewoond eiland te verlaten. Want jaren vertoefde ik daar genoegzaam in analoge anonimiteit. Maar de tijd was rijp om te sharen. Mij te storten in een wereld waarin niks is wat het likes. Dus gaf ik alles wat ik was uit handen. Mijn beeldenis, mijn vriendenkring, mijn naam, mijn diploma's, mijn interesses, mijn liefdes, mijn hobby's, mijn seksuele geaardheid. Ik gaf zelfs mijn huidige locatie. Het was zo gedaan. Je hoefde alleen maar even te vinken bij, ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden. Ja, dat hadden ze knap verzonnen. Dat had ik ook met mijn ex moeten doen toen we wat met elkaar begonnen. Dus daar dobber ik. Op die grote zee vol informatie en vaak denk ik aan mijn vader. Met een zelfgemaakte hengel aas ik nu op wat vis. Want als ik vis zou hebben, dan had ik vast meer vrienden, want iedereen wil eten en daarmee is op zich niks mis. Maar er valt niet veel te halen in een wereld zo vol met verhalen. De zee zo bom vol informatie blijft voor mij hopeloos leeg. Want ik kan niet hacken en ik ben ook niet de alertste. Ja, ik had beter op moeten letten toen ik die phishing mailtjes kreeg. Ze varen mij links en rechts voorbij. Piraten met hun supersnelle VPN-speedboten en mammoetankers met miljoenen duimpjes omhoog. Hun voeten blijven droog. Ondertussen schreeuw ik naar voorbijgangers met hashtags en foto's van een schijnwerkelijkheid. Hashtag heerlijk op een vlotje in de zon. Hashtag live in the simple life en dan nog wat emoticons. Weet iemand trouwens wat die betekenen? Nee, goed. Hashtag tiny house op het water. Hashtag en als laatste een plaatje, dan zo'n plaatje van een grote mammoettanker met hashtag geen probleem, even opblazen. Oh nee, shit, autocorrect, kut, ik heb hem al verstuurd. Nee, hashtag het moest zijn, even omvaren. Te laat. Nu branden er rode lampjes en zou ik zomaar een bedreiging kunnen zijn voor de vrije maatschappij, dobberend op een deining van een zee vol informatie verscholen achter een druk of swipe waar niks is wat het likes. Hashtag voorvechter van mensenrechten en verspreiders van plastic-seksfilmpjes van Patricia Pai strijden zij aan zij. Maar er is altijd een grotere vis. Google, Facebook, Instagram, Apple, WhatsApp, Microsoft, YouTube, Netflix, Spotify en straks is ook nog onze overheid. Ze weten meer van mij dan ik zelf weet. En weet je? Weet je? Weet je? Weet je? Ik vind het prima. Nee, niet vanuit onverschilligheid. Of rancune van de publieke tribune. Nee, echt, ik vind het prima. Volg me. Ik bedoel, ik kan wel wat volgers gebruiken, verdomme. Nee, echt, volg me. Like me. Legitimeer mijn bestaan. En vergeet niet te abonneren. Want er valt flink te verdienen. En het wordt hoog tijd dat ik eens wat ga verdienen als mislukte kunstenaar. Kijk, bij de AIVD werken zo'n 1750 mensen. Mijn oproep aan hem, volg mij. Ik kan wel wat volgers gebruiken. En 1750 mensen, nou dat is toch een mooie bijvangst. Ik heb Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn en zelfs een Hives en MySpace voor de vorm. Ik heb een YouTube kanaal en doe ook aan crowdfunding. Elke grote donateur mag mee op duikexcursie. Volg mij. Vis de zee maar leeg. Ik bedoel, zoveel vis kunnen jullie natuurlijk nooit eten. Ook niet als AIVD, maar blik het in, joh, conserveer het. Hè? Dan hoef je alleen maar een enorme opslag te bouwen. Dan kun je alles jarenlang bevaren voor het geval dat er ineens een acute dreiging is. Van een tekort aan omega-3 en alle baby's invalide worden geboren. Hoe dan ook, volg mij. Volg mij. Volg mij. En vis de zee maar leeg. Ik vroeg laatst aan mijn vader hoe dat nou werkte, zo'n sleepnet. Hij keek me aan met zo'n veelzeggende blik en zweeg. Bedankt dat u mij heeft afgeluisterd. Groot applaus voor Joost van Kersbergen, dames en heren. En dan gaan we door met deel 2. Zelfde hoofdrolspelers, wel
de andere volgorde. Want Ancilla, dit was nog niet jouw 4 minuten. Die komen zo meteen. Ik ga eerst de gelegenheid geven aan Peter Koop voor eerst zijn beschermde spreektijd. Aansluitend Ancilla van der Leest. En daarna komen we weer allemaal op het podium. Peter Koop. Hartelijk dank. Ja, er is al behoorlijk veel gezegd. En ik hoop niet dat ik al te veel dubbel ga zeggen, maar het stukje hier gaat speciaal over van of de nieuwe wet ons veiliger dan wel onveiliger maakt. Om te beginnen is het natuurlijk niet louter een wet die daarvoor zorgt, maar zijn het gewoon de medewerkers van de geheime diensten die daar elke dag proberen hun best voor te doen. Het is de wet die daar kaders voor geeft en extra bevoegdheden voor geeft. En waar ik ook meteen even aan wil herinneren is dat de nieuwe wet niet alleen over de AIVD gaat, maar ook over de MIVD, onze militaire inlichting en veiligheidsdienst. Deze wordt in het debat volgens mij tot nu toe nog geen één keer genoemd. Ja. Terwijl juist voor de MIVD de wet en de bevoegdheden die daarin staan juist van heel direct belang kunnen zijn, heel direct van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden die zij hebben om de levens van Nederlandse militairen te beschermen en hun buitenlandse missies zo succesvol mogelijk te maken. De rol van de MIVD is ook van belang, omdat heel veel van de metadata die met de ongerichte interceptie verzameld nu al worden via de ether en waarschijnlijk ook onder de nieuwe wet via de kabel, speciaal bedoeld zijn voor militaire missies en dus ook vanuit het buitenland verzameld worden, vanuit Mali op dit moment. En het zijn ook juist die metadata voor militair gebruik die hoofdzakelijk met buitenlandse partnerdiensten gedeeld worden. En mogen dus duidelijk zijn dat de kans dat daar data van Nederlanders tussen zitten zo goed als nihil is. Maar goed, zoals duidelijk is, de meeste zorg bestaat over wat de AIVD en dan speciaal voor binnenlands gebruik onder de nieuwe wet gaat doen. En dan speciaal nu even toegespitst op van, kan die wet ons veiliger maken? Zoals eerder al gezegd, gaat het natuurlijk, is de taak van de AIVD om terrorisme tegen te gaan, extremistisch geweld, ook buitenlandse spionage en ook het beveiligen van de vitale infrastructuur van Nederland en het ook het beveiligen van staatsgeheimen. Maar een ander terrein wat ook eigenlijk in het debat nog niet aan de orde is gekomen, is de cybersecurity. Speciaal de nieuwe kabeltoegang, de ongerichte kabeltoegang, is ook bedoeld voor het detecteren van aanvallen die via de kabel komen, via malware, dus digitale spionage en digitale sabotage ook door buitenlandse diensten, vijandelijke diensten. Wellicht ook door grote cybercriminelen. Dit is natuurlijk iets wat voor onze steeds digitaler wordende wereld van groot belang is. En het is dan ook des te opmerkelijker dat hier eigenlijk, zoals ik zei, in het debat eigenlijk al geen aandacht over was. Maar dat is waarschijnlijk ook terug te voeren op het feit dat zowel vanuit de regering ook als vanuit de diensten daar nagenoeg geen informatie over is gekomen. Hoe ze die nieuwe toegang daar speciaal voor willen gaan gebruiken. Dus ook dat lijkt me iets om aandacht aan te vestigen en ook de regering over te vragen van hoe ze speciaal die bevoegdheid voor dit terrein willen inzetten. Hoe dragen de bevoegdheden bij aan een veilige samenleving? In het algemeen en van buitenaf is dat natuurlijk heel moeilijk te zeggen, omdat de juiste concrete toepassing ervan is uiteraard staatsgeheim. Daar laten de diensten zich en de regering zich niet over uit. Maar ik denk dat we ons ook moeten beseffen dat het de diensten niet om gaat om bevoegdheden per se altijd en overal waar mogelijk in te zetten. Maar dat het vooral gaat om dat ze de mogelijkheid hebben, de optie dus, om wanneer zich een situatie voordoet, om de bevoegdheid dan achter de hand te hebben. Dat is ook hoe de wet is ingericht. Dat de bevoegdheden, die zijn er niet om a priori en altijd maar als een nice to have. Maar de wet zorgt ervoor dat de bevoegdheden alleen gebruikt mogen worden als het echt noodzakelijk is. De wet zegt ook dat het noodzakelijk moet zijn, proportioneel moet zijn en subsidiair moet zijn. Dat wil zeggen dat een bepaalde bevoegdheid alleen mag worden ingezet als hetzelfde doel niet met een minder zwaar doel, met minder zwaar middel bereikt kan worden. Deze drie criteria zijn ook de criteria waar de minister aan toetst en ook de nieuwe TIB-commissie aan toetst.
En bovendien geldt er ook nog eens dat een toestemming voor de inzet van een bevoegdheid beperkt is tot doorgaans 3 maanden. En waarna deze weer verlengd kan worden en opnieuw gekeken moet worden of het nog noodzakelijk, proportioneel, etc. is. Het zijn dus allemaal inperkingen die vanuit de wet al zijn opgelegd aan de bevoegdheden om eigenlijk de toepassing zo beperkt mogelijk te maken. Wat ook eigenlijk al duidelijk maakt dat het idee van dat er op legale wijze een massasurveillance kan plaatsvinden, dat dat zo goed als uitgesloten is. Uiteraard is de vraag van, ja, wat versta je dan onder massasurveillance? De een zal massa wat groter definiëren dan de ander. Maar goed, daar kunnen we misschien een debat nog over hebben. Even kijken. Zoals ik net heb gezegd, biedt de wet al een hele reeks van criteria om de toepassing van de bevoegdheden in te perken. En ook meer specifiek de ongerichte kabeltoegang. Het kader daarvoor heeft ook al een aantal beperkingen in zich. In de zin dat inderdaad alleen eerst... voordat de ongerichte kabeltoegang kan worden toegepast, moet de dienst uiteraard eerst kijken voor welk doel ze die wil inzetten. Dus ook dat is afhankelijk van de specifieke taken die de dienst heeft. Zoals ik al noemde, het bestrijden van terrorisme, extremisme, etc. En dan komt nog het specifieke onderzoek waarvoor de dienst de toegang wil inzetten. En pas als dan bepaald is van welk doel de ongerichte toegang moet hebben, dan wordt gekeken van welke kabels kunnen we dan gaan aftappen. En vaak wordt genoemd als een voorbeeld van dat Amsterdam Internet Exchange daar een waarschijnlijk geliefde doelwit voor zou kunnen zijn. Aardig is dat we dan ons wel moeten beseffen dat die zogeheten AMSICS, dat het niet één groot knooppunt is waar je even een stekkertje in steekt. Maar dat de AMSICS bestaat uit ongeveer 13 verschillende locaties waar maar liefst 800 verschillende internetproviders, internetdiensten, hostingproviders, etc. op zijn aangesloten. Die met in totaal 1400 verschillende communicatiekanalen daar verbonden zijn. En het dus dan aan de dienst is in overleg met of de AMSICS-beheerder of de verschillende providers om uit die 1400 kanalen een keuze te maken van waar gaan we precies die ongerichte interceptie op toepassen. Dus het is, ook daar komt het weer aan op zo gericht mogelijk kiezen van waar zetten we een middel voor in. Dus ook dat maakt alweer dat er in dit geval een technische beperking in zit. Zoals gezegd, ook professor Abels haalde al aan dat wat er dan gebeurt is ook een soort trechterfunctie. Dus het is veel meer een trechter dan een sleepnet. Omdat in verschillende stappen worden dan de verzamelde data worden teruggebracht tot wat voor het specifieke onderzoek het meest nuttig is via diverse stappen en filtering. En pas op het allerlaatst wordt uit de bak van verzamelde data wordt ook weer heel gericht die inhoud eruit gehaald die uiteindelijk bekeken wordt. En feitelijk is dat wat dan uiteindelijk bekeken of beluisterd wordt, dat verschilt dan eigenlijk niet eens zo heel veel van wat normaliter of onder de huidige wet al via een gerichte tap wordt binnengehaald. Met dit verschil dat er inderdaad een relatief gesloten bak is, waar er zich dan inderdaad nog wat meer data in bevindt, die voor 3 jaar bewaard wordt. Inderdaad kan je zeggen van die 3 jaar bewaartermijn is tamelijk lang. Ik denk dat daar misschien ook wel een nuance in of een onderscheid aangebracht zou kunnen worden, afhankelijk van het doel of het type onderzoek. En dat dan voor het ene type onderzoek een langere bewaartermijn ingesteld zou kunnen worden dan voor het andere. Vraag om hem af te ronden vanwege de tijd. Ik denk dat er al veel is gezegd en dat we misschien beter dit in het debat verder kunnen gaan bespreken. Dus dat tot zover dan. Dankjewel, Peter Koop. Ja hoor.
En dan ook nu het laatste betoog van de kant van de tegenstanders met bezwaren. Ancilla van der Leest voor haar bijdrage en daarna het debat. Applaus inderdaad, dames en heren. Ja, ja. Dat we in bijzondere, rumoerige tijden leven, dat mogen duidelijk zijn. Waarbij we een hoop vragen kunnen stellen over hoe we de samenleving veiliger kunnen maken. Het is dan ook niet verrassend of onlogisch dat de inlichtingen wetten aan een update toe zijn. En ik twijfel er ook niet aan dat al die 1750 mensen die bij de AIVD werken, dat die daar met de beste bedoelingen keihard hun best doen om ons veilig te houden. En vaak wordt het debat over privacy ook geponeerd als: is het privacy of veiligheid? En daarmee zien we te snel over het hoofd dat privacy een veiligheidsmaatregel is voor een ander gevaar waar we toch wel stil bij moeten staan. Namelijk het feit dat wij een overheid heel erg veel geld, middelen en macht geven om voor ons een aantal basale dingen te regelen. Privacy is dan ook een veiligheidsmaatregel om machtsmisbruik te voorkomen. En precies met deze wet zit de function creep, zoals dat heet, het gevaar dat er nu dingen verzameld worden onder een bepaalde noemer en later voor andere dingen worden gebruikt, zeker met het oog op de bewaartermijn van 3 jaar, dat die gebruikt worden voor dingen die eigenlijk niet gerelateerd zijn daaraan. Het is dan ook te naïef om te zeggen van, nou ja, vertrouw ons maar en het is een sociaal contract. De function creep zit letterlijk ingebouwd in deze wet. Het gevaar daarvan is op maatschappelijk niveau dat je met een chilling effect te maken krijgt, waarbij journalisten er niet meer van uit kunnen gaan dat zij veilig hun werk kunnen doen, dat zij hun bronnen kunnen beschermen, dat zij op een eerlijke manier ons kunnen voorlichten over wat er gaande is en de misstanden die er wellicht politiek gezien gaande zijn. Doktoren kunnen er niet meer van uitgaan dat zij een privégesprek kunnen voeren met hun patiënt. En dat is een direct gevaar voor de volksgezondheid op het moment dat mensen met zware psychische problemen er niet meer van uit kunnen gaan dat wanneer zij hulp zoeken, dat dan in een vertrouwenssituatie gebeurt. En dat dat in de toekomst niet tegen hen gebruikt zal worden. De kans is minimaal dat dit en dat en zus en zo zal gebeuren. Maar daarmee zeg je dus precies dat die waarborgen niet voldoende gegeven worden. Het is ongekend dat zoveel verschillende instanties zich alle achter dit referendum hebben geschaard. Achter dit initiatief. En ook politieke partijen van Denk tot aan Forum van Democratie hebben alle dit referendum ondersteund. Dat geeft maar aan dat dit niet een politieke discussie is of een politiek gekleurde discussie van links versus rechts, zoals wellicht bij vorige referenda wel het geval was. En ook SP en D66 jongeren hebben op straat staan flyeren. Dus er zijn een hele hoop verschillende mensen in de bevolking, organisaties, die zich kritisch over deze wet hebben uitgesproken. En zowel voor- als tegenstanders zijn het erover eens dat er veel nuances zijn en veel onderdelen aan deze wet waarover gewoon niet voldoende gediscussieerd is. Een van de dingen die niet vaak wordt besproken als je het hebt over de WhatsAppjes die onderschept worden, die dan toch encrypted zijn. Nou, als je het hebt over medische apparatuur die gehackt kan worden van mensen die in niet eens verdacht zijn. Nou ja, wat ik al zei, ook vervoersmiddelen als auto's die uiteindelijk toch ook aan het internet hangen. Kun je voorstellen dat het niet alleen gaat over de communicatie en de exacte bewoording die je misschien in communicatie gebruikt. Maar het gaat ook over metadata. En meerdere mensen die hier ook echt wel heel veel verstand van hebben, onder andere Bill Binney, die van de NSA vandaan kwam, niet de minste, zegt,
Nou ja, als je de hooiberg zo groot maakt dat je de speld niet meer kunt vinden, word je er met z'n allen juist onveiliger op. Dat is ook wat we tot nu toe hebben gezien bij aanslagen, dat vaak de daders al op het netvlies waren. Maar dat er gewoon simpelweg niet is opgetreden. Er is dus ook totaal niet aangetoond dat deze wet ons veiliger zou maken. En bij zo'n ingrijpende, veelomvattende wet zou je dat zeker wel verwachten. Nou, het zal jullie misschien niet ontgaan zijn dat ik vandaag met z'n tweeën ben. En de komende maanden ook nog trouwens. Ik vind het heel zorgelijk dat er in deze wet ook wordt gesproken over geheime databanken. Dat ik nu al moet gaan nadenken over, als ik mijn kindje een hielprik laat geven, of dat dan in een geheime databank terechtkomt. Dat zijn absurde vragen die je zelf moet gaan stellen in een samenleving die wij toch als vrij aanschouwen. En die vrijheid waaronder wij nu deze wet zo soepeltjes doorheen hebben gejast, die komt niet vanzelf. Ik wil toch even het voorbeeld van Turkije aanhalen, wat tot voor kort een hele vrije en seculiere samenleving was. Op het moment dat dingen daar toch maatschappelijk veranderden, lagen de lijsten van leraren die kritisch waren op Erdogans beleid, lagen al klaar. We willen nooit in een samenleving terechtkomen dat lijsten al klaar liggen. Dat is gewoon niet wat een democratische rechtsstaat behelst. We leven niet zomaar in een vrij en veilig land. Dat komt door de wetten die we hier hebben en de waarborgen die we hier hebben. En deze wet is wat mij betreft een directe aanval op precies die vrije waarden die wij in een democratische rechtsstaat zo hoog hebben zitten. Dank u wel. Dan, het is een. De vraag is vrij simpel. Hè? Maakt de wet ons veiliger of maakt de wet ons onveiliger? Peter Koop, maakt de wet ons veiliger? Ja, zoals ik al zei, ik denk dat het voor ons buiten. Zou het een ja of een nee kunnen zijn? In eerste instantie. Daarna uiteraard gelegenheid om meer nuance te geven. Ja, als ik echt moet kiezen, zou ik zeggen ja. Omdat het de diensten meer mogelijkheden geeft om, indien zij dat nodig achten, toe te passen. Oké. Ancille van der Leest, maakt deze wet ons veiliger? Nee. Ja, goed, op het moment dat jij niet de beroepsgroepen kunt beschermen die ervoor zorgen dat jij dus in die vrije democratische samenleving leeft. En dat is echt wel het onderdeel van deze wet die ik het meest zorgelijk vind. Dat journalisten en doktoren niet meer hun werk goed kunnen uitvoeren. Dat brengt zoveel basisprincipes van je samenleving in gevaar. Begrijpt u dat? Ik begrijp die zorg van dat artsen en journalisten onder druk komen te staan. Dat begrijp ik en daar ben ik het in die zin ook mee eens. Alleen niet vanuit de geheime diensten. Okay. Want de kans dat de AIVD interesse toont in de communicatie van een arts of van een journalist, dat is alleen maar in die specifieke gevallen van nationale veiligheid. Ja. En laat ik zeggen, wat ik problematisch vind, is dat we leggen nu enorm veel zorg en aandacht bij die wet voor de geheime diensten. Ja. Terwijl er heel veel andere wetten zijn en heel veel andere instanties die inderdaad ook die privacy in gevaar brengen, maar waar we eigenlijk nauwelijks aandacht voor hebben. Wat de politie doet en wat andere diensten doen. Dat is vaak juist een veel directer gevaar voor de privacy van burgers dan wat de geheime diensten in zeer beperkt geval en ook heel erg op de achtergrond doen. Dus u zegt eigenlijk, we richten onze pijlen op de verkeerde wet. Of op de verkeerde mogelijkheid. De AIVD en de MIVD, laat ik hem noemen. Ja. Want anders dan, ja. Ik maak hier heel graag een serie privacy debatten in de Bali van. Wat betreft al die wetten. Ja. Lijkt me een prima uitgangspunt, want er is veel te bespreken. Maar toch weer even terug naar de crux. Hè? Want dit is natuurlijk zo'n groot onderwerp. We gaan heel snel naar een zijpad. Als ik het goed begrijp, is de aanleiding voor de wet. Hè? We hebben een groot probleem, namelijk dat er op dit moment, verouderde machtsmiddelen liggen bij onze geheime diensten. Daar maakt u geen punt van. Daarvan zegt u, ik snap dat wordt uit, hè, dat we niet alleen ether, maar dat we ook kabel doen. Daar ligt het probleem niet.
in de uitvoering van de wet ligt volgens mij het probleem. Want het gaat soms zo ver en het ontbreekt aan waarborgen, zegt mevrouw van der Leest. Ja, daar kunnen we niet in meegaan. Dus volgens mij zitten er niet. U vindt elkaar over het feit dat er iets moet worden veranderd. Hè, dat er nieuwe wet, dat een nieuwe wiffer moet komen. Waar u elkaar volgens mij niet vindt, is dat u zegt. Ja, nee, maar ik vertrouw het wel van. Volgens mij moeten we deze mensen de middelen geven die ze nodig hebben. En vertrouwen dat ze er het juiste mee doen. En hier wordt gezegd: er zijn zoveel gevaren en er zijn zoveel echt daadwerkelijke dingen die onze veiligheid minder maken. Bijvoorbeeld onze privacy inperken. En dan maak je eigenlijk de samenleving onveiliger. Dat is een beetje de tegenstelling. En als die privacy onveiliger, als de privacy inderdaad in het geding is, dan zijn we toch ook onveiliger als burger? We noemen steeds de privacy. Maar ik zou dat liever ook willen nuanceren. Dat, zoals ik al zei, de taakstelling van de diensten is heel beperkt. Hè. Dat gaat maar over een heel specifiek aantal gevallen. Hè. Die zijn al vaak genoemd. Dus dat betreft maar een heel klein groepje mensen dat in dat vizier kan komen. Maar, en u zei het natuurlijk net ook al. Hè, van, ja. En dat is zo goed als uitgesloten. En toen hoorde ik iemand in de zaal herhalen, zo goed als. Daar zit nou het kijk op het moment dat u zegt, en dat is uitgesloten, gaat nooit gebeuren. Ik weet niet of we dan allemaal huilend van vreugde de zaal verlaten. Dan nog niet, denk ik. Maar dat zegt helemaal niemand. Kortom, er is dus nog wel degelijk een angst en een gegronde angst dat het niet dichtgetimmerd is. En dat die waarborgen niet 100% zijn. Ja, maar ik denk dat we gewoon niet moeten verwachten dat iets 100% kan zijn. Niet. In het hele leven niet en ook bij de geheime diensten niet. Okay. Dus, en ik denk dat we dan ook een vals gevoel van veiligheid of van zekerheid zoeken als we dat verwachten. Mevrouw van der Lees, die 100% die we zoeken, dat kan gewoon niet. Ja, dat is ook precies het argument wat aan de andere kant wordt gebruikt om onze privacy in te perken. Ja. Dat er wordt gezegd van, jullie willen toch veilig zijn, dus geef ons maar die waarborgen. Terwijl ik dan toch wel denk van, in een 100% veilige samenleving ga je nooit leven. En hoewel je wil dat veiligheidsdiensten hun best doen, hebben ze vaak al is aangetoond genoeg informatie om op te treden, terwijl dat gewoon niet gebeurt. Dat zou ik zo meteen. Dit lijkt me ook een punt om straks met de totale panel te behandelen. Hè. Dit is al twee keer genoemd, namelijk het verschijnsel dat bij aanslagen er blijkt dat mensen al in het vizier zijn. Dus kortom, wat heb je dan aan... Laatste vraag die ik aan jullie twee nog zou willen stellen, gaat over de digitale veiligheid. Ik wil niet heel filosofisch doen, ook omdat we daar de tijd niet voor hebben. Maar bestaat de digitale veiligheid wel? Ik bedoel, vandaag kwam in het nieuws dat Kaspersky Lab, nota bene, u kent ze wel, van de spotjes op Radio 1 en BNR, van u moet daar vooral naartoe voor de software, dat die blijken gehackt door Rusland en door Israël. Ja, dan begin ik me echt ernstig zorgen te maken. Mevrouw van der Leest en daarna meneer Koop. Ja, er is ook waanzinnig veel aan de hand op cybersecurity-gebied. En ik heb een heel, niet in mijn eentje, maar we hebben een heel partijprogramma volgeschreven met wat daar allemaal beter aan kan. En dat is niet mis. Nee. Het begint bijvoorbeeld al bij ministers die toch wel op de hoogte zouden moeten zijn van wat precies een IP-adres is en het feit dat je dat niet zomaar kan afschaffen. Weet je, het gaat gewoon ook over voorlichting en over het is zo digitale wijsheid, voorlichting. Het is zo veelomvattend, die cybersecurity. En er is genoeg op aan te merken. En dat is een onderdeeltje van deze wet. Ja. Maar er komt nog zoveel andere, er komen nog zoveel andere dingen bij deze wet kijken. En dan hele basale dingen die we echt makkelijk zouden kunnen veranderen in Nederland. Daar hebben we het niet eens over. Oké. Okay. Tot slot, Peter Koop, en dan ga ik de rest erbij vragen. Ja, zoals zei, inderdaad, de Kaspersky-hack laat al zien hoe inderdaad de geheime diensten en ook cybercriminelen en zo, hoe die op internet bezig zijn. En dat wordt alleen maar een steeds groter probleem. Ja. Dus ik denk dat dat juist een voorbeeld is van. Maar moet dat ons geruststellen of moet dat ons ongerust maken? Dat moet ons juist ongerust maken. Ja, precies. En dat is ook een reden waarom we middelen nodig hebben voor onze geheime diensten om ons daartegen. Maar dat gaan we toch niet? Gaan we dat oplossen met deze nieuwe wet?
Nou ja, zoals gezegd, de ongelichte kabeltoegang is mede bedoeld om inderdaad uit cybersecurity oogpunt te monitoren en dit soort spionage tegen te gaan. Dus ik wil toch nog heel even op reageren. Als je het hebt over het gebruik van zero days, dus nog niet ontdekte gaten in software die worden uitgebuit door inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten, dan maak je dus heel concreet onze cybersecurity als land maak je gewoon kwetsbaar, onveiliger. Ja. Dus er zitten gewoon heel veel haken en ogen aan deze wet, waarvan je juist kunt zeggen, ja, als je dan het internet veiliger wil maken en onze cybersecurity wil waarborgen, dan is dit juist niet hoe je het moet doen. Ja, daar vindt u elkaar niet. Maar dat is goed, dan daarom zitten we hier. Ik wil heel graag de overige panelleden voor de laatste keer erbij vragen en de zaal de gelegenheid geven om de vragen en opmerkingen voor de laatste keer te doen. Ten aanzien van, maakt het ons nu wel of maakt het ons niet veiliger? Meneer Abels, maakt het ons veiliger, maakt het ons niet veiliger? Een vraag die ik stelde aan de eerste panelleden, stel ik ook aan u en daarna aan, ook aan Manu en Anine. De nieuwe WIF. De nieuwe WIF, ja. Wat we nu per 1 januari gewoon democratisch in werking treedt, maakt dat Nederland veiliger? Ja. Oké. Okay. Manu. Moet ik ja of nee antwoorden? Nee, iets van een aan, ja of nee in het begin. Je mag best daarna de nuance geven, hoor. Ik wil je niet in het hokje per se dwingen. Maar denk je dat het ons veiliger maakt? Ik zou zeggen nee, omdat er nog te veel problemen zijn. Maar op sommige punten zeker wel. Oké, dus... Ik zeg ook nee. Nog één keer, want dit was niet hoorbaar via de microfoon. Ja, nog één keer. Ja, ik zeg ook nee. En? Nou, ik dacht, ga ik nu gelijk... Ik zeg nee. En daarmee wil ik eigenlijk ook nog even aanhaken op iets wat net is gezegd. Ja. Van, het is echt niet alleen maar een waarborgen kwestie. Voor ons, vanuit Amnesty, is het toch ook echt een principieel punt dat er ongericht communicatie kan worden onderschept. En stel dat dat uit de wet zou gaan, dan zou ik wel... Maar wat moet er dan uit de wet, dat ongerichte... Die ongerichte, ja. Het woord ongericht, dus als er zou staan gericht, zou het dan al beter zijn? Die optie is er ook, dat is ook wettelijk geregeld. Meneer Abels, is dit iets wat, al zouden we willen, zou dit gewoon kunnen? En kan de wetgever zeggen, we maken er gewoon gericht van, want dat is iets helderder en dat is misschien iets geruststellender richting onze bevolking en richting privacy. Maar daarmee waarborgen we nog steeds dat onze veiligheidsdiensten de veiligheid kunnen waarborgen. Kan dat? Dan heb je het over het belang van dat ongerichte. Dat was er al. Ik vind het ook wat merkwaardig dat Amnesty daar nu pas op aanslaat. Want bij de niet kabelgebonden communicatie was dit altijd al zo. Dus het is wel een late roep. Oké, maar beter laat dan ooit, zeggen we dan maar. Dan moet je ook zeggen, de niet kabelgebonden. En dan zet je als land, denk ik, en als instantie die moet waken over de nationale veiligheid, zet je jezelf behoorlijk op achterstand in de mogelijkheden die je echt binnen deze nieuwe technische revolutie waar we mee te maken hebben, de ontwikkelingen gaan zo snel, als je dit middel dan niet kunt gebruiken. Maar kunt u ons helpen, want dit is denk ik wel de crux. Ja. Kunt u ons helpen om aan leken? Ik denk niet dat iedereen een cybersecurity deskundige is in de zaal of thuis. Kunt u ons helpen om uit te leggen? Dat is een begrijpelijk bezwaar voor een leek vanuit Amnesty International Nederland. Namelijk die waarborgen en met name dat ongerichte, dat staat ons heel erg tegen de borst. Zouden we daar iets aan kunnen doen? U zegt nee. Waarom niet? Dat ongerichte, dat heeft ook te maken met de ongekende dreiging. Want dat is waar inlichting en veiligheidsdiensten natuurlijk met name naar op zoek zijn. De gekende dreiging hoef je ook niet... ongericht te doen, want dan weet je waar je moet zijn. Ja. Dus dat ongekende, dat is een moeilijk begrip. Een dreiging die je niet kent, maar die je toch op enig moment op het spoor wil komen. Wil ik graag op een twee keer door de buurvrouw aangehaalde stelling ingaan dat bij aanslagen blijkt dat, dat een dader al in beeld was. Wat ook blijkt is dat er vaak na zo'n aanslag... en dan ben je als inlichting en veiligheidsdiensten te laat... dan zit je werk erop in principe. Dan heb je geblunderd, heet het dan vaak in het debat. Maar dat dan blijkt dat er allerlei personen in een netwerk... onbetrokkenen heen zaten die een rol hebben gespeeld... en die niet in beeld waren. En met die ongerichte interceptie... is het de bedoeling dat je die technische middelen benut... om ook die personen die je niet in beeld hebt... en als je daar gegevens over hebt... dan wordt misschien ook de informatie over degene die uiteindelijk die aanslag pleegt... ook kun je beter invullen. Okay. Weer even zodat we het begrijpen, want u zegt... sommige veiligheidsdiensten, daar waren ze al in beeld...
maar waardoor ze niet konden doorpakken, is omdat de samenhang ontbrak en sommige actoren, personen in dat netwerk, die waren niet in beeld. En wat kunnen we nu met de nieuwe WIF, kunnen we dat misschien wel doen? En dan is de vraag... We kunnen de netwerken beter in kaart. Dat snap ik, maar die bijvangst, heet het dan bijvangst of is dat dan niet eigenlijk gewoon gericht zoeken omdat jou iemand... Nee, dat is toch niet ongericht dan? Nee, want daar noem ik het gericht ongericht. Je hebt een aantal targets. Snap hem, ja. En daarin, rond die daders, probeer je natuurlijk meer personen in dat netwerk in beeld te brengen. En die targets, daarvan weet je natuurlijk ook nog niet of ze uiteindelijk een aanslag zullen plegen. Want je zit altijd voor het feit. En dat is zo die ongekende dreiging is ongelooflijk. Het wordt bijna Aristoteles. En daarna kom ik bij jou, maar nog één keer niet, het Vries. Wij weten nog niet wat wij niet weten. En vooropgesteld natuurlijk dat wij heus zien dat de diensten voor een ontzettend moeilijke taak staan. Hè? De veiligheid, het beschermen van Nederland, het is nogal wat. En Amnesty, ik heb het eerder gezegd, we doen onderzoek in meer dan 100 landen jaarlijks. En het is echt niet alleen naar te ruime surveillancebevoegdheden van overheden, maar we zien natuurlijk ook wat voor verschrikkelijkheden terroristische aanslagen teweeg brengen. Ja. Daar rapporteren we over, dat documenteren, dat rapporteren we, het maken we publiek. Dat is ernstig. Dus dit is ook een hele moeilijke discussie natuurlijk om het hier nu over te hebben. Want ik ga toch weer zeggen dat ik hoor heel goed wat u zegt en wat u wil. Maar mijn vraag is, van hoeveel mensen... Het is ook een glijdende schaal. Van hoeveel mensen willen we uiteindelijk informatie verzamelen om dit in kaart te blijven brengen? En zoveel als noodzakelijk is. En hoe ik u... Maar de... Los van of het noodzakelijk is, vinden we het ook proportioneel. En wij denken toch echt van niet. Ja, ik zie een paar mensen in de zaal. Maar ik had Marlou wel het woord beloofd. En ik zie dat mevrouw Bos zitten. Die had ik ook wel het woord beloofd. Dus die ga ik even eerst doen. En daarna heb ik uw handen gezien. Ja. Ik snap dat we met die ongerichte opvangen van data de mensen willen vangen in het netwerk van de terrorist, et cetera. Maar... U zegt dit is noodzakelijk, maar het is maar de vraag of we het hiermee daadwerkelijk gaan doen. Want dat is nog helemaal niet zeker. Er zijn zelfs onderzoeken die aantonen dat dit soort onderscheppen van data niet het middel is om dit voor elkaar te krijgen. Dus het is een soort van kwestie van de ene zegt de een en de ander zegt de ander. Het is niet aangetoond. Nee, het is niet aangetoond. Ik ga even naar de eerste rij. Hilde Bos, als ik het goed heb begrepen. Gaat u er even bij staan, want dan kan iedereen u ook zien. Misschien even handig om toe te lichten. U bent werkzaam bij? Ja, bij de commissie die al 15 jaar toezicht houdt op de AIVD en de MIVD. Ja, dus u bent die toezichthouder? Ja, dat klopt. Ik zou 100 vragen hebben voor u, maar u heeft zelf ook uw hand opgestekt. U de gelegenheid geven om allereerst even te reageren. Ja, nou, ik vind het sowieso echt ontzettend goed om dit debat te horen. Heel veel van de onderwerpen die we hebben besproken, dat zijn ook echt de onderwerpen waar wij dus inderdaad al 15 jaar ons bezig mee houden. Dus denk aan tappen van journalisten of advocaten, het hacken, het samenwerken met buitenlandse diensten. De interceptie die inderdaad eigenlijk al heel lang ongericht is en ook gericht plaatsvindt. Nou ja, daar schrijven wij toezichtsrapporten over. Dat doen we al 15 jaar. Die was niemand en nu ineens waarschijnlijk... Nee, we hebben over het algemeen een vrij rustig bestaan. Dat wil zeggen, wij werken natuurlijk... wij doen werk wat andere mensen niet kunnen. Wij kunnen in al die systemen van die diensten. Ja. Dat is wel heel grappig, want 30 jaar geleden was er geen wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Zitten we hier nu te praten, vinden we deze wet wel goed genoeg? Is die wel goed genoeg uitgelegd? Maar 30 jaar geleden was er geen wet. Toen kwam er wel een wet. Nou, die was vrij onduidelijk. Wat mogen die diensten nou en wat zijn hun taken? Toen na 15 jaar zei men, we weten dat dus niet. En in de jaren 90 zei men van, we willen ook gewoon inzage kunnen vragen. We willen dat de Kamer er een beetje over kan debatteren. Want nu moet men alleen maar afgaan op wat de minister zegt. Dus toen kwam die commissie. Nou ja, als je kijkt op onze website www.ctivd.nl, dan zie je dus meer dan 50 rapporten. Wij doen dat dus altijd in het openbaar, omdat we dat hartstikke belangrijk vinden. Omdat we, een debat kan alleen maar plaatsvinden als je goed geïnformeerd bent. Dus dat is de nieuwe situatie. Dan even richting de WIF, de nieuwe wet. Ook wel sleepwet genoemd. Laat ik ze beide noemen, want dan herkent u het in de zaal en thuis. Moeten we daar nou blij mee zijn? Vraag ik aan de toezichthouder. Ik denk dat het een ontzettend noodzakelijke discussie is. En ook noodzakelijk is om voortdurend die balans te bekijken. Niet per se de wet. Ik vind die wet ook echt noodzakelijk. Okay, ja, want veiligheid en privacy, het is al zo vaak, ze staan tegenover elkaar. Je kan zeggen van nee, het is één. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, het botst wel. Soms botst het. En sommige mensen voelen zich heel erg verbonden met privacy en anderen hebben meer met veiligheid. Wij als CTPD zeggen van, dat kan ook. Wij moeten proberen om inzicht te geven in wat is nou goede balans. Ja.
En wij zien in ons werk dat die diensten die moeten mee kunnen met een tijd. Je kan niet zeggen, big data, jongens, daar mogen jullie niet aankomen. Maar daar is volgens mij iedereen het over eens dat we mee moeten met de tijd. En dat de diensten niet alleen maar via de ether mogen tappen. Dat lijkt me evident, gaan we zeker doen. Dit gaat een beetje over de waarborgen. En een grote discussie hier is van, jongens, we moeten soms op de blauwe ogen vertrouwen van de diensten. Dat zo goed als uitgesloten. Waarschijnlijk niet. Maar je zal er maar tussen zitten. Ja, en daarom staat die wet gelukkig sinds de afgelopen maanden is die echt een stuk verbeterd. Er staat nu in dat het zo gericht mogelijk moet worden gaandeweg, die interceptie. Je mag wel breed beginnen, maar je moet hem inderdaad gaan trechteren. Je moet gaan weggooien. En al eerder dan 3 jaar als iets niet relevant is. Er moet een zorgplicht zijn als je geautomatiseerd die gegevens gaat verwerken. Dus... Ja, sterker nog, en ik wilde ik iets later doen, maar dit is het prima moment. Gisteren het nieuwe regeerakkoord. En ik citeer, van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland, het zogenaamde sleepnet, unquote, kan, mag en zal geen sprake zijn. En daarom zal het kabinet bij de uitvoering strikte hand houden aan de extra waarborgen in deze wet. De evaluatie, waarbij aan dit punt bijzonder belang zal worden toegekend, wordt vervroegd uitgevoerd door een onafhankelijke commissie en zal in ieder geval niet later beginnen dan 2 jaar na inwerkingtreding. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, zal het kabinet voorstellen additionele waarborgen in de wet op te nemen en het toezicht hierop te versterken. Ik lees het me allemaal voor, want dit is ook tevens alles wat er staat over deze wet in het regeerakkoord. Ja, de Kamer had ons ook al gevraagd, jongens, CTIVD, dus ga eens even kijken, dat ongerichte interceptiestelsel of onderzoeksopdrachten. Onderzoeks, ja, precies. Werkt dat nou en wordt er inderdaad goed weggegooid? En? Nou, het is nog niet in werking, dus we kunnen er niet naar kijken. Dat is jammer. Nee, maar binnen 2 jaar hebben wij dus, komen wij sowieso met een evaluatie. De Kamer wil dat. Dus, en wij houden dat dus wel goed om ook te horen. Wij kijken naar rechtmatigheid. En we zijn dus, bij ons werken veel juristen, maar bij ons werken ook in toenemende mate techneuten. Omdat wij merken die ICT, dat is gewoon die diensten die gaan zo snel. En wij moeten dat bij kunnen benen. Er zitten ook hackers bij jullie. We werven binnenkort een data-analyst. Dat is geen hacker, maar dat is een andere tak van sport. Ja. Weet je, we zijn dat aan het opbouwen. Okay. En we volgen die diensten. We moeten ook niet te hard er vooruit lopen. We moeten ze bijbenen. De kritische vraag, begrijpt u wat u controleert? Natuurlijk, vanuit juridisch uitgangspunt is logisch. Dat nee, je moet die ICT, het begrip daarvan, en dat merken we ook bij andere toezichthouders. Ook in andere landen. Iedereen is op die vlakken aan het uitbreiden. En, en dan is vervolgens de uitdaging, hoe ga je dat dan weer begrijpelijk maken voor de Tweede Kamer? Helder. Want dat vinden die Kamerleden ook gewoon heel moeilijk. Ik ga u bedanken. Dank u zeer. Nog 2 mensen. Volgens mij moet daar ergens een cashbox liggen naast u. Als u gaat staan, dan bent u verstaanbaar. Ja. Kan ik niet zitten? Nou goed, mijn naam is Mostafa en ik vind het jammer dat ik niet eerder mijn vraag kon stellen, omdat ik het steeds in de verwarring blijf, in de zin van dat of ik het niet goed begrepen heb, of het debat wordt gevoerd op basis van verkeerde perceptie. Ik vraag me af of dat een goede term is als u zegt, hoe heet dat, de bijvangst. Ja. Ik heb begrepen dat het helemaal wordt verzameld en dan, ik geloof ook niet dat die 400.000 berichten, hoe gaat persoonlijk zitten lezen, dus moet het zoektermen en dat soort dingen worden aan pas komen. Dus er is helemaal geen bijvangst. Het is vangst en je gaat het bewerken door de filters halen en restant of afval of wat dan ook allemaal weggooien. En dan denk ik, als u wist op wie moest u nou op zoek gaan, dat hadden we toch al gedaan met zo'n henkeltje. Maar dus u moet allemaal zoeken en ik denk eerlijk gezegd aan zo'n film van Woody Allen, die van de jaren 80, die als verkeerde maffiabaas werd opgepakt, hoe sukkeliger die hij deed. Hoe geraffineerder hij werd gevonden door die bazen. En uiteindelijk met 400 jaar in de gevangenis belandde, die met goed gedrag na 240 jaar moest vrijkomen. Ik ben bang eerlijk gezegd dat als allochton, dat zou ik ook in zo'n net terechtkomen. Maar goed, mijn vraag is, is dat een goede terminologie die wordt gebruikt? Helder, ja. Even over die terminologie. Wie wil erop reageren? Kortom, hebben we het, als we het hebben over bijvangst, is dat dan wel de juiste term? Of is het een beetje een verdoezelende term? Nou, wie wil erop reageren? Ik denk dat we een beetje losgegaan zijn met, hoe zeg je dat? Met beeldspraak. Framing. En, is het woord wat u zoekt. Overigens allemaal, hè? Bedoel, Maar goed, de communicatie die onderschept wordt, is gewoon de communicatie die onderschept wordt. En dat is de eerste inbreuk op privacy die gemaakt wordt. Er wordt daarna een filter overheen gegooid en wordt naar binnen gehaald. Dat is nog een inbreuk gemaakt die op privacy plaatsvindt van die hoeveelheid data. De opslag van data, Europese rechters hebben daarover geoordeeld, is ook opnieuw een inbreuk op privacy. Ik vind het eigenlijk wel goed misschien om gewoon het woord bijvangst te laten gaan. Professor Abels?
Ik zou het niet relevante interceptiemateriaal noemen. Bijvangst klinkt in de beeldspraak. Maar je moet zo snel mogelijk af van alle niet relevante info. Ik vind dat een hele terechte vraag. Want het woord bijvangst heeft bepaalde associaties waar je bang of gerustgesteld van kan worden. En dus doet dat woord iets. Dus als we het allemaal over bijvangst hebben, zoals een woord sleepnet of een wet ook een associatie heeft, is het een terechte term eigenlijk? Of hebben we het eigenlijk over iets anders? Nee, het is een... spraakgebruik wat onjuist weergeeft wat bedoeld wordt. En dat is namelijk... Ja, zegt u, maar toch, Amnesty heeft er een andere mening over. Ik ga u het woord geven. Gaat u erbij staan? Wat is uw naam? Marijn. Hi. Wat een mooi ding is dit trouwens. Dat wil ik ook. Nee, eerst wil ik even zeggen, ik ben hartstikke partijdig in deze. Ik heb afgelopen zaterdag nog met de 3 studenten lekker door het land heen getrokken en gecampaigned. Ja. Dus u bent een voorstander van het referendum en een tegenstander van de wet? Ja. Oké. Okay. Ja, nou, als zodanig. Dat vind ik wel zo netjes inderdaad. Nee, is heel goed. Maar wat is uw opmerking of vraag? Nou ja, ik vind het een beetje... Er komt nu een verduidelijking op de wet, een update. Die is hartstikke nodig. Maar nu ga je het internetverkeer ga je beter proberen om heel, heel bot te zeggen aan banden te leggen. Waardoor je dus beter de cellen eruit kan halen en beter. Dat is op zich. Prima. Maar goed. Die terroristen, het is niet dat je een terroristische aanslag 100% gaat voorkomen. Met die nieuwe wet. Dat is namelijk gewoon onmogelijk. En dat is ook niet wat. Dat denk ik ook niet dat dat de illusie is van degene die deze wet heeft opgesteld. Maar wat ik mij afvraag. Mm-hmm. Die terroristen die gaan dus een andere weg vinden. Wat gaat de wet doen? Wat krijg je een nieuwe WIF? En krijg je een nieuwe wet en die gaat nog verder. Dus is het niet een soort van geleidende schaal? En komen we dan. Het is misschien heel utopisch. Blade Runner is uit. Dan kom je gewoon uiteindelijk. Zou je in een politiestaat terecht kunnen komen. Waarin dus alles gereguleerd wordt door. Daar bent u bang voor. De angst is. Een beetje het kat-en-muisspel. En uiteindelijk worden ze, de boeven, steeds slimmer. En uiteindelijk gaan we steeds meer verruimen. En uiteindelijk leven we, de onschuldige burgers, in de politiestaat. Omwille van het pakken van die boeven. Nou ja, het ik zeg maar even heel erg. Heel, het, ja, ja, maar dat is een beetje de angst. Wel. Dat is in ieder geval het dilemma geweest waar de schrijvers van de WIF mee te maken hadden. Het moest een beetje toekomstbestendig zijn. Je kunt niet elk jaar met een nieuwe WIF komen. Dus in die zin zijn sommige termen ook wat abstract geformuleerd. Om, en dat was de kritiek van de CTIVD, het is soms te abstract. Maar ja, de technische ontwikkelingen gaan dusdanig dat je... We hebben al natuurlijk die fout in 2002 gemaakt met z'n allen, dat we dachten dat de communicatie door de lucht zou gaan en nu door de kabel. Ja. Het kan best morgen anders zijn. Dus ja, dan zul je toch, want je moet bijblijven in je streven om die kwaadwillenden te onderkennen. Maar dat is wat we met z'n allen doen. Maar de angst is hier, maar jongens, dan wordt het een soort rat race waarin we uiteindelijk als onschuldige burgers dus de pineut zijn. Ancilla van der Leest en daarna Nina de Vries. Ja, die function creep is iets wat je wel vaker hebt gezien in Nederland. Bijvoorbeeld op het moment dat de kenteken parkeren werd gebruikt door de Belastingdienst om die dingen te checken. Waarbij nu ook wordt voorgesteld door de politie voor burgers om nummerborden te gaan fotograferen om te checken of het misschien gestolen auto's zijn. Ja, daar was u niet zo blij mee op Twitter, las ik. Niet zo heel erg, nee. En bijvoorbeeld ook de OV-chipkaart waarvan de data nu wordt gebruikt door Duo om te checken. Maar dat werd wel gecorrigeerd. Achteraf werd er gezegd van jongens, dit hadden we niet mogen doen. Dus terug en de democratische rechtsstaat werkt nog wel, hè? Ja, we leven in een samenleving waarbij we steeds meer data verzamelen, wat voor steeds meer doeleinden gebruikt kan worden. En dat is natuurlijk ook heel erg verleidelijk. Ja. Omdat je hebt het nou eenmaal. Dus waarom zou je niet ook even kijken? Oké. Okay. Nina de Vries? Over de toekomstbestendigheid van de wet. Ik begrijp, we maken deze wet niet voor nu, maar ook voor later. En ook daarbij moeten we ook rekening houden met dat je later misschien een andere politieke realiteit is dan nu. En die technologische ontwikkelingen die u noemt, kan ik alleen maar onderschrijven. En diezelfde technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om de data die straks in bulken ongericht verzameld is, ook makkelijker te doorzoeken. En als ik me goed herinner, heeft ook de toezichthouder daar nog wel bedenkingen bij die geautomatiseerde data-analyse die via de wet mogelijk wordt gemaakt. En dat het ook op dat punt de wet sterkere waarborgen voor onze rechten kan bieden. Gezien de tijd, dames en heren, moet ik de slotronde doen. Ja, ik weet het, maar ik wil iedereen nog van jullie aan het woord. En de vraag is wel simpel, maar ik weet niet zeker of u een kort antwoord gaat geven. Maar misschien wel, en dan kan de vraag toch steeds gesteld worden. Wat moet er veranderen aan de huidige
wet die per 1 januari in werking treedt, dat is de nieuwe WIF, of de sleepwet zo u wilt. Wat moet er veranderen? Wil mijn organisatie, wil ik akkoord gaan? Hè? Dus wanneer kunnen we, dus als er straks een referendum komt en laten we er even vanuit gaan dat het er komt en vervolgens worden er allerlei debatten gevoerd en wordt er vanuit de maatschappij gezegd, jongens, jullie moeten er nog een keer naar kijken. Wat moet er aangepast worden? Wilt u zeggen, nou dan ben ik helemaal tevreden. U mag beginnen. Ik wil heel graag dat die onderzoeksopdracht gerichte interceptiebevoegdheid eruit gaat. Okay. Ik ben ontzettend blij dat we hier nu met elkaar dit gesprek hebben, dit debat voeren en dat de zaal zo vol zit en dat er mensen zijn die hier interesse voor hebben. En dat er mensen meekijken. En dat er mensen meekijken. Ja. Nou ja, goed. Maar de aandacht ligt nu op deze bevoegdheid waar we het over hebben. En er zijn nog een aantal onderdelen in de wet waar veel mensen zich over uitgesproken hebben. En ik zou heel graag willen dat we echt serieus nu dit momentum aangrijpen om daar met elkaar een goed gesprek over te hebben. En hoe we die wet echt toch sterker waarborgen kunnen geven. Waarbij de diensten vervolgens hun werk goed kunnen doen. Ja, precies. Dat is wat ik wil. Marlou, wat zou jij willen? Mag ik een lijstje geven? Ja. Ik wil dat het stelselmatig op grote schaal onderscheppen van informatie niet mogelijk is. Ik wil dat de DNA-databank, ik wil daar vanaf. Ik wil dat het niet zomaar informatie gedeeld mag worden met inlichtingendiensten waar we geen samenwerkingsverband mee hebben. Ik wil dat er beter gekeken wordt naar het hacken van derde personen. En ik wil eigenlijk ook vooral dat de communicatie tussen arts en de communicatie met arts en journalisten beter gewaarborgd wordt. En als laatste wil ik dat in ieder geval de commissie van toezicht tevreden is over het toezicht. Mooi lijst. Meneer Abels, u bent vast ook niet 100% tevreden. Want ook als wetenschapper kijkt u naar en denkt u, ja wacht eens even, het kan niet. Beter. Absoluut niet. Een punt wat je al een aantal keren aanhaalde, het delen van massa-informatie met buitenlandse diensten. Okay. Dat kan in het militaire nuttig zijn, maar ik vind dat waar we toezicht dichttimmeren voor de nationale situatie, kun je dat niet met buitenlandse diensten. En die hebben altijd ook andere belangen. Ja. En daarom vind ik dat een heel risicovol traject. Dus dat zou eruit mogen? Dat zou er voor mij onmiddellijk in ieder geval ingeperkt moeten worden. Oké. Ander punt wat ik heel belangrijk vind, en ik hoop dat het debat daar ook nog over gaat, is de mate van invloed van de zittende politiek op het functioneren van die diensten. Ik heb meer vertrouwen in onafhankelijk toezicht dan een dienst die onder politieke aansturing werkt. Want dat hebben we met Irak gezien, hoe dat werkt. Als je politiek gewenste inlichtingen krijgt, dan ben je pas echt in de aap gelogeerd. Oké, dank u wel. Ancilla van der Leest, wat is uw lijstje? Ja, er is al zoveel genoemd waar ik me inderdaad achter kan scharen. Het belangrijkste? Wat moet echt anders? Ja, het hacken van derden, de waarborgen voor journalistiek en voor artsen. De buitenlandse veiligheid. Ja, uitwisseling. Het is zo'n brede wet. Er valt zo ontzettend veel onder. Wat ik ook al zei, het is niet alleen communicatie. Het is ook de Internet of Things. Het zijn ook al die, ook je wasmachine en je koffiezetapparaat die ook allemaal in de toekomst aan het internet verbonden staan. Dus het is, als je het hebt over toekomstbestendigheid, moet je dat wel in je achterhoofd houden. Dan heb je het nog over hele buurten die in de gaten gehouden kunnen worden. Nou ja, daarvan heeft de huidige regering ook gezegd van jongens, dat snappen wij, gaan wij niet toestaan dat dat gebeurt. Hè? Dus moeten we even kijken of u dat dan vertrouwt. Maar in ieder geval, daar wordt al in tegemoet gekomen. Meneer Koop, tot slot. Wat moet er gebeuren? Wat is uw wensenlijstje nog? Als die dan toch beter gemaakt moet worden? Ja, ik zou allereerst zeggen van dat drie traps toestemming voor de ongerichte interceptie, die zou ik simpeler willen maken. Want het is nu veel te ingewikkeld. Bijna niemand snapt het. Oh. Dus ik zou eerder zeggen van maak van drie stappen twee stappen. Ja. En wat moet er dan uit? Dat is een detailkwestie. Dat moeten we later maar invullen. Prima, het gaat om de vorm. Ja. En dan zou ik daartegenover pleiten voor, in plaats van één toestemming, zou ik pleiten voor twee toestemmingen voor het hacken. Okay. Omdat hacken wordt steeds belangrijker. Dat zal waarschijnlijk ook de functie van de kabeltoegang steeds meer gaan overnemen. Dus daar zou ik twee toestemmingen voor willen. En ik zou een aparte regeling voor de inzet voor de cybersecurity willen voor de ongerichte kabeltoegang. Want daar is nu niks voor geregeld, niks specifieks. Dus dat wil ik regelen. En tenslotte zou ik ook graag willen een rechtelijke toetsing als er Kamerleden worden afgeluisterd.
We hebben het over de Ziggo's en zo van deze wereld. Nee, Kamerleden. Tweede Kamerleden. Oh, Kamerleden. Ja. Oh ja. Alleen Kamerleden? Nou, kijk, die vervullen een dermate speciale rol. Niet in journalisten? Daar is al een speciale regeling voor. Daar geldt ook een rechtelijke toestemming voor. Maar ik wil die rechtelijke toestemming dus ook voor Kamerleden. Omdat die vallen nu onder het regime voor alle mensen. Maar gezien hun bijzondere positie in het staatsbestel. Okay. Is het een beetje vreemd als de minister toestemming geeft voor Kamerleden. Dus ja, dat zou het weer politiek kunnen maken en dat willen we niet. Ja, exact. Oh, ja. Oké, okay, goed. Dames en heren, we gaan het vanavond niet allemaal eens worden. Maar we zijn in ieder geval van, we zijn het eens dat we het oneens zijn. We zijn het eens dat het doel van de wet, daar staat volgens mij iedereen achter. Waar we niet achter staan en waar echt nog heel veel debat over gevoerd moet worden, is over die waarborgen, is over deze wensenlijstjes. Maar wat we in ieder geval bereikt hebben, wat de studenten hebben bereikt, Amnesty met het organiseren van het debat en u dat u hier was, is dat we het er inhoudelijk over hebben gehad. Wat we verder nog gaan doen, nou ja, dat zal de toekomst leren. Ik wil in ieder geval alle panelleden bedanken, dames en heren, dat ze hier geweest zijn. Nieuwe de Vries, Marlou Gijzen, Paul Abels, Hans-Sille van der Leest en Peter Koop. Dankjewel. En dames en heren, ik wil u ook bedanken voor het feit dat u hier heeft gezeten, voor het feit dat u heeft meegedaan, vragen heeft gesteld. En blijft u het volgen alsjeblieft. Want volgens mij is het voeren van het inhoudelijke debat en dat blijven doen, uiteindelijk gaat dat wel leiden tot de nodige aanpassingen waar uiteindelijk iedereen blij mee is. Dank u wel en de bar en de balie is geopend.